self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films and kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er bent. Mijn naam is Juri Albrecht. Ik ga proberen vanavond in goede banen te leiden en gespreksleider te zijn. Ik ben directeur van de Bali. U bent hier bij onder professoren. Dat is natuurlijk gejat van W.F. Hermans. En of dat een compliment is, dat kan je je afvragen onder professoren. Maar het is in ieder geval vanavond bedoeld als compliment. We hebben een gesprek vanavond over de toekomst van migratie. En de aanleiding voor dat gesprek is meervoudig. Maar de eenvoudige aanleiding is dit boekje. Regie over migratie naar een strategische agenda. De WRR heeft in zijn wijsheid besloten om de professoren Lucassen en Scheffer te vragen om daar zijn essay over te schrijven. En het is mooi dat we zo'n instituut hebben. Zodat er zo nu en dan de tijd genomen kan worden om te reflecteren op onderwerpen die de bevolking in beweging brengen. Die de kiezer in beweging brengt en die de politiek lijken te beroeren. Migratie en de toekomst van migratie en integratie. En daar wordt een hoop over gezegd altijd. En daar wordt een hoop over geschreeuwd. En er wordt ook een hele hoop niet over gezegd over die twee onderwerpen. En de bedoeling is om dat vanavond wel te doen met twee van de grootste specialisten op dat gebied. Het is mij persoonlijk een buitengewoon groot genoegen dat ze dit hier met elkaar komen bespreken en met ons in de Bali. Omdat ik beide al zeer lang en goed ken en zeer waardeer. Wat mij opviel was dat toen wij dit op de website zetten en toen wij dit de wereld kundig maakten dat dit gesprek plaats zou vinden, dat beide heren, beide professoren van twee kanten van het politieke debat in Nederland zo werden aangevallen, afgekampt en lastig gevallen, dat ik werkelijk dacht, is in vredesnaam aan de hand. De felheid waarmee de twee professoren werden bejegend op het internet is misschien wel een soort maatstaf voor de mate waarin dit debat eigenlijk vervuild en bemoeilijkt is geworden. Het opvallende is, ik ken Leo Lucassen al uit mijn, toen ik eerstejaars student was in Leiden en geschiedenis ging studeren, was hij docent en ik heb bij hem gestudeerd. Dat was in 87. Ik ken Paul Scheffer al vanaf de tijd dat hij zijn essay publiceerde, Het Multiculturele Drama. Ik weet nog de bijeenkomst in de Rode Hoed, die voorgezeten werd door Michael Zeeman. Het was een bewogen bijeenkomst en na afloop hebben we nog lang gediscussieerd, ook zelfs die avond al. Dus dat was ergens in de jaren 90. Ik weet het precieze jaartal, weet ik eigenlijk niet meer. Was het in 2000? Nou, fijn, jullie weten het wel. En ik dacht dat het eind jaren 90 was. Maar, het is me buitengewoon groot genoegen dat ze hier beiden zijn. Eigenlijk behoeven ze ook geen introductie. Professor Leo Lucassen is professor in Leiden. Professor van de geschiedenis van arbeid en migratie. En professor Scheffer is dat in Tilburg op Europese zaken. Leo Lucassen is ook directeur, onderzoeksdirecteur van het IISG hier in Amsterdam. Ze hebben beide een ongelooflijke hoop boeken hierover geschreven, over deze onderwerpen. Het Land van Aankomst is een boek van Paul Scheffer. En Leo Lucassen heeft onder andere Voorbij Fort Europa geschreven met Henk van Houten, professor in Oxford, op ditzelfde onderwerp. Ze zijn met recht, denk ik, de twee mensen die zich hier al het langste ongeveer in Nederland mee bezighouden, continu met dit onderwerp. Dus ik vind het ontzettend mooi dat we naar aanleiding van hun essays hier een gesprek kunnen voeren. Ik heb ze gevraagd of ze beide
die essays kort willen toelichten of samenvatten, zodat we daarna kunnen praten over dit onderwerp en de toekomst van migratie en integratie. Aan het eind van de avond bent u ook aan de beurt. Als u mee wilt praten, heel graag. Stelt u vooral een vraag en houdt u niet een heel lang eigen essay of privé-essay. Een vraag die gaat aan het eind van de zin, gaat dan de zin omhoog, de toonhoogte, en is er een vraagteken. Daar zal ik proberen op te letten. Misschien komt niet iedereen aan het woord, dat kan. Misschien dat we dat dan in de bar nog kunnen voortzetten. Als eerste wilde ik heel graag professor Leo Lucassen vragen om hier te komen en te spreken. En daarna vragen we dat aan Paul Scheffer. Hartelijk welkom, Leo Lucassen. Dank u wel. Dank je wel, Jury. En met name ook voor het initiatief wat je genomen hebt om ons hier allebei uit te nodigen. Toen de WRR, dat is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, mij vroeg, en dat was ongeveer op hetzelfde moment dat ze Paul ook vroeg, neem ik aan, of ik iets wilde schrijven over de toekomst van migratie, dacht ik, hebben ze misschien de verkeerde telefoonnummer? Want ik ben historicus, dus ik weet heel veel over vroeger, maar de toekomst, dat is ons nooit geleerd bij de opleiding. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje flauw. Dus ik dacht, dat lijkt me wel interessant, überhaupt om iets voor de WRR te doen. Maar toen moest ik er wel eventjes voor gaan zitten om te bedenken, wat zou ik nou voor zinvols als historicus daarover kunnen zeggen? In tweede instantie dacht ik, wat historici natuurlijk, waar ze goed in zijn, niet alleen dat ze veel over vroeger weten, maar ook omdat wij ons realiseren dat wat er vroeger is gebeurd, tot op de dag van vandaag, voor een in zekere mate ook wel de grenzen en de grenzen van de mogelijkheden in de toekomst aangeven. Dat noemen wij met een beetje moeilijk woord padafhankelijkheid. Kortom, bepaalde beslissingen die in het verleden zijn genomen, die hebben ook consequenties voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. En toen, terugkijkend naar de geschiedenis van migratie van Nederland, want dat was de opdracht, om ons met name op Nederland te richten. Dan kun je dus constateren, zoals ik ook onlangs in een nieuw boek wat ik met mijn broer Jan Lucas heb geschreven, dus 5 eeuwen migratie. Vijf eeuwen migratie in Nederland. De algemene conclusie is dat Nederland al 5 eeuwen een migratieland is. Weliswaar met ups en downs, waar het gaat om het aandeel van migranten. Maar de meeste van ons, als u allemaal uw stamboom gaat uitzoeken, dan komt u al sneller of langzamer uit bij een migrant. Uiteindelijk is Nederland, migratie helemaal niks nieuws. Sterker nog, Nederland heeft er ook op heel veel punten vanaf de Gouden Eeuw heel sterk van geprofiteerd. In Amsterdam, waar wij nu zijn, geldt dat al helemaal. Dus begin 17e eeuw was 4 op de 10 Amsterdammers in het buitenland geboren. Nu is dat overigens ongeveer 3 op de 10. Het record hebben we nog steeds niet gebroken. Vervolgens kun je zien dat die migratie vooral werd gestuurd door de arbeidsmarkt. Kortom, mensen kwamen als hier behoefte aan arbeid was. En op het moment dat de economie weer wat inzakte, bijvoorbeeld in de loop van de 18e eeuw en zeker in de 19e eeuw, zie je dat migranten wegblijven of dat zelfs mensen weer weggaan uit Nederland, voor een deel ook migranten weer teruggaan. Nederland ademt heel sterk op grond van een economisch arbeidsmarktprincipe. Dat begint enigszins te veranderen aan het einde van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, met de opkomst van de nazistaat en het idee van Nederland en van een nationaal gevoel. Dan zie je dat de staat ook wel andere criteria begint aan te leggen dan alleen maar of je nuttig bent voor de arbeidsmarkt. En eigenlijk de groep die daar daar het eerst heel dramatisch mee is geconfronteerd, dat zijn Joodse vluchtelingen in de jaren 30. Waarvan de staat van meet af aan duidelijk maakte, die willen wij niet. Dus die zijn eigenlijk per definitie ongewenst. Een van de redenen was, die mensen hebben een te vreemde cultuur, dat past niet bij de Nederlandse samenleving, dus die willen we eigenlijk liefst buiten de deur houden. Als je op die hele lange lijn kijkt, en dat is eigenlijk het grootste deel van het essay, dan kun je vervolgens constateren dat er na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk 3 ontwikkelingen zijn geweest die migratiedynamiek, met name dus die arbeidsmarktdynamiek, heel sterk hebben veranderd. En dat zijn de dekolonisatie, ten tweede de vluchtelingen, het vluchtelingenverdrag en de mogelijkheid van asielzoekers om in een land als Nederland asiel aan te vragen. En ten derde de verzorgingsstaat. En met name de
de onverwachte en ook de onbedoelde effecten van die verzorgingsstaat op migratie. Nou, de dekolonisatie, dat kennen we. Dus dat is een ander principe. Dus mensen kunnen dan op een andere titel komen, omdat ze ooit in een kolonie hebben gewoond van Nederland. Dat begon met Indië na de Tweede Wereldoorlog, met 300.000 mensen uit de Oost. En natuurlijk met Suriname en dan Tillema, met name Suriname in de jaren 70 in de West. Nou, soms komt dat dan goed uit, achteraf gezien. Economisch, dus na de Tweede Wereldoorlog, ja, weten we nu dat dat de lettrante glorieuze waren. Dus 30 jaar van onafgebroken economische groei. Dat wist men natuurlijk niet. Eind jaren 40, begin jaren 50. Maar die 300.000 mensen uit Indië hebben, afgezien van dat ze voor een groot deel ook al Nederlands spraken, geprofiteerd van de enorme groei van de economie. Dat gold natuurlijk, dat lag al heel anders voor de Surinamers die eigenlijk kwamen aan het begin van een vrij lange recessie. Dus daar zie je al dat het voor een deel, laat ik zeggen, migratie door andere dingen wordt gestuurd dan alleen maar die arbeidsmarkt. Dat geldt voor vluchtelingen, asielzoekers bijna per definitie. Soms komen ze op een gelukkig moment, economisch gesproken. Ik redeneer nu sterk vanuit het Nederlandse perspectief. En soms ook op een ongelukkig moment, als het economisch helemaal niet goed gaat en het ook voor de vluchtelingen heel lastig is om bijvoorbeeld om een baan te krijgen. Afgezien van andere barrières die vluchtelingen sowieso hebben. Het derde, laat ik zeggen, gebeurtenis die migratiemechanismen sterk hebben veranderd, is wat ik in het essay noem de verzorgingsstaat en de onbedoelde effecten daarvan. Dus toen wij gastarbeiders gingen werven, eind jaren 50, begin jaren 60, eerst uit Zuid-Europa, daarna Turkije en Marokko al heel snel, hebben heel weinig, sommigen hebben zich dat toen wel al gerealiseerd, maar heel weinig mensen realiseerden zich dat deze mensen niet alleen werden toegelaten tot het grondgebied van Nederland, tot het territorium, maar ook tot ons sociale zekerheidsstelsel. Kortom, ze betaalden ook allemaal braaf premies, bouwden zo ook sociale rechten op. En bovendien waren de politieke partijen van links tot rechts, en eigenlijk meer rechts dan links, begin jaren 60 wilden ze het ook allemaal niet te moeilijk maken voor die, want er was een enorme concurrentie tussen landen om maar zoveel mogelijk gastarbeiders binnen te krijgen. Dus toen zeiden de christelijke partijen, nou ja, ik bedoel, natuurlijk mogen die als ze dat zouden willen, ook hun echtgenotes hier naartoe laten komen, hun gezin herenigen. Niet dat dat toen gebeurde, maar dat principe werd eigenlijk al heel vroeg door de christelijke partijen werd dat vastgelegd, terwijl de werkgevers zeiden, ja, wij willen geen rotatiestelsel, want na 2 jaar heb je net Ahmed ingewerkt na 2 jaar en dan komt Ali en moeten we weer opnieuw beginnen. Dus dat wilden ze niet. Maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat op een moment dat de regering Den Uyl zei, en nu gooien we de grenzen dicht, dat veel van deze gastarbeiders zich realiseren, als wij nu teruggaan, ja, dan is de deur gesloten en alles wat we op hebben gebouwd is dan vervliegt voor onze ogen. Dus het onverwachte en onbedoelde effect van de mededeling de grenzen gaan dicht was een enorme gezinshereniging, soort massamigratie eind jaren 70, begin jaren 80. Nou, die drie mechanismen hebben de dynamiek van migratie heel sterk veranderd en hebben ook geleid tot allerlei discussies waar ook Paul Scheffer natuurlijk aan een belangrijke rol in heeft gespeeld, want er ging natuurlijk van alles mis, dat mogen duidelijk zijn. Maar vervolgens constateer ik in het essay dat die van die drie mechanismen, in hoeverre werken die eigenlijk nog door in de toekomst? Want daar gaat het essay natuurlijk uiteindelijk over. Nou, dan kun je constateren, de dekolonisatie, daar zijn we mee klaar. We hebben geen kolonies meer, ja, de Antillen nog, maar goed, dat gaat een beetje in en uit. Maar dat is een afgesloten hoofdstuk in de geschiedenis. Als het gaat om de effecten van de verzorgingsstaat, ook daar is een soort leereffect van geweest. Monique Kremer, die ook bij de WRR werkt, heeft dat in allerlei studies heel goed laten zien. Wat zij noemde gastarbeiderstrauma heeft bij beleidsmakers, ook bij politici, ertoe geleid dat onze verzorgingsstaat niet alleen is versoberd, voor ons allemaal trouwens, maar ook sterk migratieproef is gemaakt. Kortom, als je nu uit Roemenië in Amsterdam komt, dan krijg je niet onmiddellijk een uitkering. Ja, tenzij je een heel handig mannetje weet, zoals ze laatst hebben gelezen, als het UWV al jaren niet oplet. Maar in principe kan dat niet. Dus je moet je eerst voor werken en dan heb je een korte en vrij lage uitkering. Kortom, dat arbeidsmarktprincipe is eigenlijk voor een deel weer hersteld. Nou, blijft over de vluchtelingen, natuurlijk ook een brisant thema.
Nou, daarvan kunnen we constateren of we dat nu leuk vinden of niet. Ik bedoel daar verder in mijn essay niet direct normatieve uitspraken over, maar daar kunnen we het in het gesprek wel over hebben. Paul Scheffer schrijft daar ook over in zijn essay. Daarvan kunnen we constateren dat op EU-niveau, op het Europese Unie-niveau, eigenlijk nu een beleid is ingezet om zoveel mogelijk te voorkomen dat asielzoekers überhaupt nog het territorium van een EU-staat bereiken. En daarmee wordt de facto dat hele vluchtelingenverdrag uit 1951 voor een heel groot deel gedemonteerd. He, er komen nog wel vluchtelingen, maar al minder. We maken het zo moeilijk. Dus nou ja, als dat het beleid zich gaat voortzetten in de toekomst, dan kun je eigenlijk stellen dat die drie nieuwe ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog voor een deel allemaal zijn gestold in de tijd. En dat we eigenlijk nu voor een deel weer terug zijn op het moment van eigenlijk van voor de Tweede Wereldoorlog, waar vooral die arbeidsmarkt bepaalt of er mensen komen. Nou, Nederland is een open economie. Er zijn allerlei tekorten in bepaalde sectoren. En dat leidt, als het goed gaat, tot migratie. En als het minder goed gaat, zullen migranten ook weer wegblijven en zich hier niet vestigen. Dat is eigenlijk in de notendop, want volgens mij ben ik nu wel echt wel door mijn tijd heen. Is dat eigenlijk wat ik beweer of wat ik laat zien in mijn essay. En dan is het natuurlijk verder aan ons en aan de politiek, niet aan mij als wetenschapper. En, maar goed, daar zal Paul Scheffer dadelijk iets over zeggen. Om, laat ik zeggen, te bepalen wat wij daar verder mee willen. En of wij, laat ik zeggen, het beleid wat we hebben om mensen binnen te laten. Kijk, binnen Europa hebben we dat al losgelaten. Er is vrijheid van migratie binnen Europa en ook vrijheid om hier te gaan werken. Dus daar kunnen we eigenlijk niet, aan die knoppen kunnen we niet erg veel meer draaien, tenzij we dat zouden zeggen, nou, dat willen we eigenlijk niet. We doen een nexit of we proberen in Brussel daar een andere systematiek voor te verzinnen. Maar dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren. Dus waar we wel aan kunnen draaien is aan het belangrijkste, de belangrijkste grensbewaking. En dat zijn niet zozeer hekken, maar dat is eigenlijk een soort papieren grens. Dat is namelijk ons visumbeleid voor mensen die van buiten de Europese Unie komen. Nou, voor een deel laten we die toe. Als we denken, nou, ASML heeft allemaal knappe koppen uit Maleisië of China nodig. Nou, die krijgen een vergunning en een visum. Die mogen naar Eindhoven komen of naar Veldhoven in dit geval. Maar mensen die een visum willen hebben waarvan we denken, ja, daar hebben we eigenlijk helemaal geen werk voor, of om andere reden vinden we dat niet gewenst. Nou, die krijgen geen visum. Die kunnen misschien nog wel proberen om naar Europa of naar Nederland te komen. Maar goed, dan zijn ze wel aangewezen op een uiterst belabberde en risicovolle vervoersonderneming. En dat noemen we dan natuurlijk mensensmokkelaars. Dus volgens mij zijn we eigenlijk op een nieuw punt in de tijd aangeland, waar het gaat om hoe de migratiedynamiek eruit ziet. En dat zal voor een heel groot deel, denk ik, de toekomst gaan bepalen. En ik denk dat ik het hierbij laat en het woord aan Paul Scheffer geef. Dankjewel. Jij, denk ik. Voordat we Paul Scheffer vragen om hier even in te gaan, misschien even drie vragen. Ter verduidelijking. Als historicus, daar begon je natuurlijk ook mee. Door te zeggen, over de toekomst weten historici minder, dat kunnen we u misschien over 50 jaar iets over zeggen. Of sociaal historicus is wat eerder dan middeleeuwse geschiedenis. Maar die drie golven die de laatste tijd die je beschrijft, en die drie mechanismen waarmee, niet golven, maar mechanismen waarmee mensen binnenkomen, die zijn eigenlijk alle drie niet meer echt van toepassing de volgende jaren. Nou ja, de decolonisatie, dat is duidelijk. We hebben geen tenzij we weer iets gaan koloniseren, maar dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Niet zo heel snel. Daar zijn we denk ik snel over eens. Mm-hmm. De verzorgingsstaat, nou ja, ik denk dat daar toch ook wel dat we kunnen constateren de onbedoelde effecten, hè, dat die voor een heel groot deel zijn, ook zijn geneutraliseerd door de nieuwe wetgeving. De onbedoelde effecten zijn dus een soort aanzuigende werking. Ja, dus dat je eigenlijk aan Nederlanders krijgt een uitkering. Ja, precies. Ik heb geen werk, maar ik krijg toch een uitkering. Want dat, ja, dit mogen duidelijk zijn dat, laat ik zeggen, de verzorgingsstaat binnen de kortste keren zou ontploffen, hè, als wij iedereen zouden toelaten. Het meest onzekere factor is de vluchtelingenkwestie. Mm-hmm. En daar zijn natuurlijk de meningen enorm over verdeeld. Moet je überhaupt vluchten? Zijn de mensen zeggen, we willen überhaupt moet je die lijn niet meer toelaten? En dan zijn mensen die zeggen, nee, je moet juist heel ruimhartig zijn.
Ik constateer nu dat in de politiek het, sterk naar de restrictiviteit overhelt. En dat dat ook op Europees niveau heel sterk. Dat zie je ook met het outsourcen van de grens van de EU. Nu al tot ten zuiden van de Sahara. We hebben natuurlijk de Turkije-deal. Op dit moment, dus als dat niet verandert en als dat de toekomst wordt... Ja, dan denk ik dat de aantallen asielzoekers drastisch... die zijn natuurlijk al drastisch gedaald sinds 2016, sinds de Turkije-deal. Ook voor heel Europa hebben we natuurlijk die miljoen gehad. Maar we zitten nu ongeveer op een kwart daarvan, of zelfs nog minder. Dus dat keldert omlaag. Nou ja, als dat zich doorzet, dan zal dat ook... 200.000 voor heel de EU, 500 miljoen mensen, is natuurlijk al heel erg weinig op dit moment. En als dat zich doorzet, ja, dan zal dat een nauwelijks noemenswaardige impact op migratie hebben. En nogmaals, wat we daar verder ook van mogen vinden, constateer dat is ook een van de vele mooie aspecten van die twee essays, dat er getracht wordt om bouwstenen aan te dragen voor een afgewogen gesprek daarover. Dus dat normatief is dat ook weer anders, maar... Dus dat zou kunnen betekenen dat als die mechanismen niet meer werken, dat je dan, om de economie aan de gang te houden, want dat beschrijf je ook in je essay, je hebt natuurlijk gewoon nodig om voor banen, het opvullen van banen, het opvullen van gaten, zoals je schrijft, in de economie, dat je actief moet gaan werven en zoeken. Nee, op dit moment hoef je nog niet te gaan werven. De mensen komen toch wel vanzelf, met name uit Oost-Europa. Polen is natuurlijk de grootste leverancier, om het even onerbiedig te zeggen, van arbeidsmigranten. Maar daarnaast ook aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Dus meer echt hooggeschoolde mensen, wat we dan expats noemen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon migranten. Daar is het natuurlijk wel... Kijk, er zijn economen die zeggen, nou, die Polen, daar ben er nog maar even blij mee. Want over 10 jaar komen die niet meer, of in ieder geval niet in deze aantallen. Want dan is het welvaartspel in Polen zodanig gestegen dat het niet meer de moeite loont om... Want het is toch een heel gedoe om naar Nederland te gaan. En daar, migratie kost ook van alles. Het is niet altijd leuk. Dus het is ook niet onvoorstelbaar dat wij over 10 of 15 jaar in een situatie komen. Kijk naar de enorme tekorten in de zorg bijvoorbeeld. En meer dan 100.000 mensen die ze men niet kan krijgen. En met een vergrijzende bevolking. Nou ja, dat het een beetje opdroogt binnen de EU. En dat we dan misschien Oekraïne of andere aangrenzende regio's, dat die, in de picture komen om daaraan te voldoen. Dat weet ik niet. Dus maar voorlopig is dat probleem waarschijnlijk op te vangen met verdeling binnen de EU. Goed, dit even ter verduidelijking van wat je net zei, maar hartelijk dank. Dag gedaan. Paul Scheffer, mogen we... Ja, om te beginnen, het is een groot plezier om met Leo Lucassen een keer te debatteren. Want ik realiseerde me dat we al 20 jaar, onze paden kruisen elkaar natuurlijk regelmatig. Maar dit is misschien toch wel de eerste keer dat wij überhaupt een avond met z'n tweeën hierover spreken. Dus dat is al in een tijd waarin de wolk van Twitterberichten, en ieder, sommigen vinden dat fijn, anderen minder... ik vind het in ieder geval, stel het erg op prijs om gewoon met elkaar hierover te spreken. Omdat het natuurlijk zo is dat een blik in de toekomst omgeven is door onzekerheid. Maar tegelijkertijd het zo'n gepolitiseerd onderwerp is geworden. En dat er ook zoveel beelden over wat ons te wachten staat eigenlijk rond waren. Dat het ontzettend belangrijk is om die uit te kleden, om gewoon precies te zijn... En eens de vraag te stellen, wat zouden we ook willen? Want dat is natuurlijk misschien wel de meest basale vraag. Dat wij naar de globalisering kijken. En die migratie is een belangrijk onderdeel van de globalisering. Met een houding van, dat is de wereld zoals die zich aan ons voordoet. Maar wat is eigenlijk de wereld die we zouden willen? Wat is de wereld die we zouden willen vormgeven? Wat voor keuzes willen we maken? En dan is het dus... enorm belangrijk om niet alleen te begrijpen wat de trends zijn, wat zich aandient, maar ook wat normatieve oriëntaties zijn en al die vragen te overdenken. Nou, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dat is mij wel gebleken de laatste 20 jaar dat ik me hiermee bezig heb gehouden. Maar dat is wel, vind ik, een opdracht om onder ogen te zien. Want nogmaals, de gedachte, de wereld overkomt ons, doet naar mijn idee enorm afbreuk
aan het vermogen van de samenleving om te veranderen. Ik denk dat er ruime meerderheden zijn die begrijpen dat Nederland verandert. Maar zonder een gevoel van oriëntatie, zonder richting, zonder een idee, dit is wat we zouden willen. Dit is ook wat we zien als een verbetering van onze samenleving. Dit is wat we zien als humanitaire noden in andere delen van de wereld waar wij ons niet aan willen onttrekken, zonder bewuste keuzes, wordt naar mijn idee het vermogen van een samenleving om te veranderen, om een verhouding te vinden tot de wereld zoals die zich om ons heen ontwikkelt, neemt af. Wat ik in dat WRR-rapport heb willen doen, althans in mijn deel, is in eerste plaats dus terug te kijken naar de voorspellingen. Het is natuurlijk niet gebruikelijk om eigenlijk een geschiedenis te schrijven van onze voorspellingen. Wat dachten we in de jaren 70? Wat dachten we in de jaren 80? Wat dachten we in de jaren 90 over de dynamiek van migratie? Om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk als je goed kijkt naar de voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan zie je één ding, namelijk eigenlijk een vrijwel permanente onderschatting van de dynamiek van migratie. De omvang van de migratie, van de immigratie. Straks ga ik iets zeggen over emigratie en het migratiesaldo, maar even de immigratie. Het aantal mensen wat naar Nederland komt is eigenlijk systematisch onderschat. Dat gold al voor de dynamiek van de postkoloniale migratie. Leo zei er al iets over. Het was een onderschatting van de dynamiek van de gastarbeid, van de gezinsvorming en gezinshereniging die daarop volgde. Een onderschatting van de dynamiek van het vluchtelingenvraagstuk. Een enorme onderschatting van de migratie uit Oost-Europa. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de geschiedenis van de voorspelling een geschiedenis is waar het gaat om de immigratie, van eigenlijk een voortdurende onderschatting van de dynamiek van die migratie. Dat leert niet per se iets dat dat ook in de toekomst op die manier zou moeten gaan, maar wel dat we dat in het achterhoofd moeten houden als we iets willen leren uit de geschiedenis. Als je dan kijkt naar het migratiesaldo, en daar kunnen Leo en ik denk ik straks eens over met elkaar spreken, want Leo schrijft veel over migratiesaldo, en dat is dus het verschil tussen het aantal mensen wat komt en het aantal mensen wat gaat. Het migratiesaldo in Nederland, dat heb ik allemaal keurig uitgerekend, sinds 1950 ga ik u allemaal niet mee lastigvallen nu, maar daarvan kun je zeggen, met enige golfbewegingen, heeft dat zich redelijk evenwichtig ontwikkeld. Maar wat zegt een migratiesaldo? Een migratiesaldo kan nul zijn en dan kan toch de bevolking enorm veranderen. Zeg maar wat, er zijn in Nederland 300.000 mensen, even hypothetisch, met een Zweedse achtergrond, 600.000 mensen met een Irakese achtergrond, nogmaals hypothetisch. En het migratiesaldo kan nul zijn op het moment dat er 300.000 Zweden vertrekken en 300.000 mensen met een Irakese achtergrond naar Nederland komen of omgekeerd. Het gaat er niet om, precies een voorbeeld, het gaat erom, de bevolking kan enorm veranderen, terwijl het migratiesaldo nul is. Dus je leert wel wat van het migratiesaldo, maar eigenlijk zegt het toch nog weinig over de dynamiek van de verandering van een bevolking. Dus dat is goed om in het achterhoofd te houden. En dan is het ook goed om in het achterhoofd te houden dat, over het geheel genomen, dat migratiesaldo, ik zeg even het gemiddelde, was ongeveer 20.000 sinds 1950. De afgelopen 10 jaar is het gemiddelde 40.000. En in ieder geval is het niveau van de immigratie, maar ook van de emigratie in Nederland, enorm gestegen. Als je de voorspellingen ziet van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2008, gaat men er nog vanuit dat tot 2060 gemiddeld ongeveer 120.000 migranten naar Nederland komen. En nu zijn alle voorspellingen gebaseerd op de gedachte dat er in de komende 40 jaar 220.000 mensen per jaar naar Nederland komen, wat ongeveer elke 5 jaar dus meer dan 1 miljoen migranten zijn. Ook het niveau van de emigratie is in de voorspellingen enorm aangepast. Maar dat is natuurlijk interessant om te overdenken van hoe ineens in 10 jaar tijd het niveau van de immigratie in Nederland enorm veel hoger ligt en ook alle projecties er nu van uitgaan dat dat niveau dus heel hoog zal blijven. Dat roept vragen op, want als er elk jaar meer dan 200.000 mensen naar Nederland komen, je kunt zeggen, er vertrekken ook weer heel veel mensen, maar wat doet dat met een samenleving, zo'n hoge omloopsnelheid van mensen, wat doet dat met wijken? Dus dat is een interessante vraag om even door die cijfers heen te leren kijken en ons de vraag te stellen, wat doet een hoog
immigratieniveau van de samenleving, ook een hoog emigratieniveau. Hoe kijken we dan naar? Mijn vaststelling is uit die kleine terugblik dat we dus de neiging hebben om de dynamiek van de immigratie nogal te onderschatten. Tweede opmerkingen is dan dat als je zoekt naar oriëntatie, dan zou ik zeggen, en daar ligt misschien ook een meningsverschil met Leo, die heel sterk eigenlijk vanuit de markt, liberaal idee zou ik zeggen, vanuit de arbeidsmarkt, de behoefte van ondernemers aan migranten denkt. Zeker, dat is natuurlijk een hele belangrijke factor in migratiegeschiedenis. Maar als ik nu kijk, en dan hebben we het over wat voor oriëntatie zoek je, wat voor keuzes zou je willen maken. Als ik kijk naar de geschiedenis van de gastarbeid, en dan moeten we ons dus niet door laten gijzelen, dat ben ik heel erg met hem eens. Maar als we kijken naar die geschiedenis en nu kijken naar de gastarbeid, wat eigenlijk een nieuwe gastarbeid, een nieuwe arbeidsmigratie is vanuit Oost-Europa. Dan zou ik zeggen, we maken dezelfde fouten. En die fout is bazaal om te denken dat het korte termijn belang van ondernemers bij migranten samenvalt met het lange termijn belang van een samenleving. Er is geen enkel beleidsterrein wat we aan een deelbelang overlaten. We zeggen als het over de toekomst van de rechtsstaat gaat, zeggen we niet van de advocaten moeten daar de doorslag geven. Nee, we hebben ook nog een officier van justitie en een rechter. Dat is een belangenafweging. Als het over natuurbehoud gaat, zeggen we niet laten boeren, maar onze toekomst van onze natuur vormgeven. Zeggen nee, er zijn allerlei belangen die tegen elkaar moeten worden afgewezen. Maar op het gebied van de migratie, de arbeidsmigratie, geven wij volledig, net zoals in de jaren 60 en 70, eigenlijk de toekomst van de samenleving waar het gaat om migratie uit handen aan ondernemers. En het gaat er mij helemaal niet om, om niet te zeggen dat het belang van ondernemers bij de toekomst van onze migratie niet ook een rol zou moeten spelen. Het gaat erom dat het niet het enige belang zou moeten zijn. Want ik heb het gezien in de jaren 60 en 70, toen mensen niet meer nodig waren na 15 jaar. En laten we ons goed herinneren dat de arbeidsparticipatie van Marokkaanse gastarbeiders, van Turkse gastarbeiders, van gastarbeiders uit Joegoslavië, lag heel hoog. Was hoger dan dat van de autochtone bevolking, de eerste 15, 20 jaar. En toen kwam de oliecrisis en we kennen het verhaal. De vraag is of onze verzorgingsstaat nu wel migratieproof is. Ik denk het helemaal niet. Want dit zijn effecten op langere termijn. Het gaat helemaal niet om de komende 5 jaar arbeidsparticipatie van Poolse migranten, van migranten uit Bulgarije, Roemenië, is heel hoog. 75%, ongeveer even hoog als dat van de autochtone bevolking, speelt een hele positieve rol, zou je kunnen zeggen. De vraag is, als straks mensen niet meer nodig zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben verworven en straks hier gezinnen hebben gesticht en het CBS heeft het onderzocht, het Sociaal Cultureel Planbureau heeft het onderzocht, komen tot een beetje verschillende inschattingen, maar het Sociaal Cultureel Planbureau, op basis van interviews, 3/4 van de Poolse migranten wil hier blijven. En dan zie je meteen dat migratie een geschiedenis is van mensen en niet van arbeidskrachten. Er zijn zo ontzettend veel meer motieven om in een samenleving te blijven. Mensen schieten wortel, krijgen kinderen, hun toekomstverwachting verandert. En als je dat niet verdisconteert, die lange termijn gevolgen van migratie, dan weeg je eigenlijk in wat een belangenafweging zou moeten zijn voor de samenleving als geheel, inclusief de belangen van migranten en hun kinderen, dan kijk je eigenlijk maar naar een deelbelang. Dus mijn argument zou zijn, ons idee over globalisering en het migratie als onderdeel ervan mag nooit alleen maar een economisch idee zijn. Nooit alleen maar gaan over de mens als homo economicus. Mensen laten zich door zoveel andere motieven leiden. Max Frisch, de Zwitserse schrijver, zei het prachtig. We hebben arbeidskrachten gevraagd, es sind Menschen gekommen. We hebben arbeidskrachten gevraagd, er zijn mensen gekomen. Als we de menselijke dimensie van de migratie niet goed doordenken, dan missen we iets ongelooflijk belangrijks. En dat is mijn pleidooi om, als we kijken naar lange termijn effecten van migratie, om daar beter over na te denken. Derde stap in mijn redenering, en dan ga ik daarna concluderen, is als je dan gewoon naar die lange termijn effecten kijkt. Dan heb ik iets gedaan wat tot mijn verbazing niet eerder was gedaan. Ik heb het CBS gevraagd om toekomstprojecties te maken op basis van verschillende migratiesaldo's. Ik dacht, het is interessant. De
Dus nu zijn alle projecties gebaseerd op een migratiesaldo van 30.000. Ik zei het al, de afgelopen 10 jaar was het 40.000. Jaren daarvoor hebben we weer een dip gehad. Dat was zelfs een negatief migratiesaldo. Hè. Er gingen er meer mensen weg dan er kwamen. Blijft moeilijk om dat in te schatten. Maar ik dacht van, wat zouden we nou willen? Laten we eens proberen het te ordenen voor onszelf. Dan heb ik ze gevraagd aan het CBS. Ik zal u niet de gang door deze instituties beschrijven, maar dat is nogal een gedoe om die cijfers dan ook te krijgen. Maar alleen, dat is allemaal uiteindelijk gelukt. En ik heb gewoon 5 scenario's laten maken. Beginnend met een migratiesaldo van min 8.000. Dus dat er 8.000 mensen meer vertrekken dan er komen. Oplopend tot een migratiesaldo van plus 50.000. Wat een beetje in de buurt ligt van wat de afgelopen 10 jaar is gebeurd. Die range. En dan zie je ineens hoe ongelooflijk diep de lange termijn effecten van migratie zijn. Want in het min 8.000 scenario, dus zeg maar PVV light, dan kom je op een bevolkingskrimp van meer dan 1,2 miljoen mensen uit. Dan zou de Nederlandse bevolking in 2060 16 miljoen mensen hebben. Niemand heeft ooit, en dat is ons grote probleem, en dat hele migratiedebat tegen de PVV en tegen het Forum van Democratie gezegd, willen jullie eigenlijk minder Nederland? Dat vind ik een relevante vraag. Want wat zou bevolkingskrimp eigenlijk betekenen voor deze samenleving? Nou, laten we daar eens met elkaar over spreken. Wat zou dat betekenen? Het andere scenario, ik zal maar zeggen, GroenLinks light, plus 50.000. Migratiesaldo leidt naar een bevolking van bijna 20 miljoen. Nooit heeft iemand Jesse Klaver gevraagd hoe al zijn plannen over het vergroening van Nederland zich verhouden tot een vrij snelle bevolkingsgroei. Ook een interessante manier om er naar te kijken, maar helemaal los daarvan. Er zit dus tussen eigenlijk hele beperkte verschuivingen van migratiesaldo, zit een bevolkingsomvang van 4 miljoen mensen meer of minder. En het gaat mij er dus helemaal niet om wat voor keuzes we nu maken. Het gaat me in de eerste plaats om eens daarover na te denken. Waarom kan deze samenleving het niet opbrengen om dat te objectiveren, te zeggen, wat zouden we nou eigenlijk als we die lange termijn gevolgen zien? Wat voor keuzes maken we dan? Wat zouden we willen als samenleving? Wat zien we als een ontwikkeling die zowel migranten als de mensen die er al waren, inclusief vroegere migranten en hun kinderen, hoe zouden we eigenlijk dat op een goede manier kunnen accommoderen? Hoe kunnen we oriëntatie bieden, zodat mensen bereid zijn om die verandering te omarmen, in plaats van met de hakken in het zand te gaan staan? Dat is mijn zoektocht. En dan verbaast het mij dus, eerlijk gezegd, dat we er niet in slagen om die oefening te doen als samenleving en het wel altijd enthousiast over Canada hebben. Maar Canada doet precies waar ik voor pleit. Canada zegt in 2017, wij willen 300.000 migranten, 58% daarvan arbeidsmigratie, 24% gezinshereniging, ik zeg het even uit mijn hoofd, 18%, ik hoop dat het tot 100% optelt. Ik kan het straks nog even terugzoeken, maar ik dacht dat ik het goed heb gezegd. Ja, volgens mij telt het inderdaad tot 100% op, tot mijn verbazing. Vluchtelingen, humanitaire opdracht. Daar kun je allemaal over steggelen. Maar het interessante is dat het opinieonderzoek blijkt dus dat Canada de opvattingen over migratie nauwelijks verschillen van die in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. En er is nul diepe controverse over de migratie in Canada. Waarom? Natuurlijk, Canada kan het makkelijker vormgeven. Ligt verder weg van het tumult in de wereld. Maar daar gaan we nu eens even één keer een stap terugnemen en de vraag stellen, wat zouden we willen? En dan hebben we misschien een eikpunten om ook te zeggen van hoe kunnen we dan beoordelen wat zich aan ons voordoet. Maar we hebben helemaal geen eikpunt. Op elk beleidsterrein hebben wij in Nederland eikpunten. Als het over de woningbouw gaat, onderwijs, we hebben allemaal ideeën hoe het zou moeten en dan zien we wel hoe ver we komen. Maar qua migratie hebben we eigenlijk, terwijl dat misschien wel het fundament is van alles wat er aan bevolkingsgroei in Nederland in de komende 30, 40 jaar zal plaatsvinden, hebben we geen enkel idee. Dat is toch merkwaardig. Daar zou ik over willen nadenken. Ik heb geen parti pris. Ik geloof zelf, eerlijk gezegd, dat het krimpscenario van het populisme een heel slecht idee is. Ik denk ook dat het snelle groeiscenario van partijen die meer open grenzen bepleiten ook niet zo'n verstandig idee is.
Maar laten we het daar eens over hebben, laten we het objectiveren. Mijn conclusie is deze. We hadden in de jaren 60 hadden wij een interessante commissie, de commissie Muntendam. Toen ging het over bevolkingsvraagstukken met alle beladenheid van die term. Ingesteld overigens, die rapport kwam tot stand ook onder het kabinet NL, de slotconclusies daarvan. En die gingen studeren over de vraag, wat is eigenlijk, hoe ontwikkelt de Nederlandse bevolking zich? Toen ging bevolkingsvraagstukken gingen allemaal over geboorte, beperking, abortus, al die ingewikkelde vragen. Daar gaat het nu helemaal niet meer om. Eigenlijk de hele vraagstuk van hoe Nederland zich ontwikkelt qua bevolking gaat over migratie. 90% van de bevolkingsgroei is gerelateerd aan migratie. Eerste en tweede generatie. Hoe kijken we daarnaar? Wat zouden we willen? Hoe kunnen we daarover nadenken? Op zo'n manier dat we een open samenleving blijven die begrijpt dat georganiseerde migratie een enorme meerwaarde is, maar dat migratie waarvan mensen het gevoel krijgen, dat die migratie die zich aan onze wilsvorming onttrekt, die eigenlijk ons overkomt, waar we geen vorm aan kunnen geven, en mensen dus zich daartegen gaan verzetten. Ik geloof niet dat wat we nu meemaken, de polarisatie, de opkomst van populisme, dat dat een fataliteit is. Ik geloof dat het ook iets te maken heeft, en kijk nogmaals naar Canada, met keuzes die je kan maken, met een idee van hebben wij een beeld van onze toekomst. Dat zou ik onze partij toewensen. Ik ben aan het praten met een aantal, op basis van het rapport, met een aantal fractievoorzitters in de Tweede Kamer, van de Liberalen en van Sociaaldemocraten, SP. En die voelen allemaal wel de relevantie van deze redenering. En ik zou dus hopen dat we eigenlijk een paar stappen zouden kunnen maken als samenleving in het overdenken van deze vragen. Ook juist met het doel om lange termijn op een veel ontspannende manier een verhouding te kunnen vinden tot de wereld die ons omringt. Ik dank u wel. Hartelijk dank voor de samenvatting ook van het essay voor de WRR. En toch ook wat extra kanttekeningen er alweer bij als je het essay gelezen hebt. Dus in feite is het zo dat de mate, zeg maar, de bevolking in de volgende, dus tot 2060, hè, dat doorberekenen wat jij gedaan hebt, tot je verbazing was dat niet eerder gebeurd, die scenario's, hè, doorrekenen. Nou ja, ze lagen er wel, maar er valt een lang verhaal te vertellen. Ja, daar wil ik dan toch even kort op ingaan, dat zei je net al en nu dan toch weer. Ze lagen er wel, die scenario's, maar je kreeg ze niet los? Nou, er was een mengeling bij het CBS van iets wat ik heel goed begrijp, gewoon wetenschappelijke integriteit. Dat ze denken, we willen gewoon heel goed precies weten wat we doen en wat we zeggen. Maar ook wel gewoon het idee van, dit is zo politiek gevoelig. Dit soort lange termijn scenario's, waarbij dus eigenlijk onmiddellijk je ziet dat de machteloosheid die wij onszelf hebben aangepraat, migratie gebeurt, kunnen we geen invloed op hebben, dat kleine verschuivingen van de migratiesaldo van 20.000 mensen, 40 jaar later 1,2 miljoen mensen meer of minder in de bevolking. Dus dat is iets om over na te denken, maar dat zijn natuurlijk politiek, snap ik heel goed, ontzettend geladen onderwerpen. Toch vind ik dat we het erover moeten hebben. Ja, ja, maar omdat een wetenschappelijke overheidsinstantie bang is voor het politieke debat, was het moeilijk om het los te krijgen. Is dat eigenlijk iets wat je kan concluderen? Nou, ik kreeg in ieder geval sterk het gevoel, ik heb dus gewoon bij de WRR hebben dat gesprek gehad, mensen van de NIDI, het Nederlands Instituut voor Demografie. Trouwens, geheel ten onrechte enorme bezuinigingen op doorgevoerd worden. In Nederland denken wij anders dan in Duitsland, in Frankrijk, Zweden en noem maar op, heel weinig over demografie na. Mm-hmm. Het is enorm bezuinigd op het instituut, ten onrechte denk ik. Maar met dat instituut en met het CBS, ja, dan zie je dus hoe moeilijk dat ligt. Ja. Groeiscenario's kon nog wel, maar toen ik zei, ja, maar ik wil ook wel die krimpscenario's. Ja, vond men allemaal moeilijk. Ik bedoel, zo scenario voor scenario heb ik dat zo losgepingeld in een stek van 2 maanden tijd. Maar het is Nou ja, het gaat er ook verder niet om, want ik waardeer namelijk heel erg. Ik vind dat heel veel vaklui werken. Maar je ziet hoe moeilijk natuurlijk al die projecties zijn. Maar ja, weet je wel, dat geldt voor elke projectie. En het gekke is dat we dus op het gebied van milieu hebben wij doelstellingen tot in, sluiten wij akkoorden tot diep in de 21ste eeuw, tot achter de komma CO2. 500 miljard schijnt dat te kosten. Ja, dus ja. Ik denk dat het handelingsvermogen, maar ook het vermogen van de samenleving om deze transitie die we doormaken, die toch tamelijk fundamenteel is. Hè? Want hoe je het went of keert,
Ik bedoel, in 2050 zal ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking bestaan uit eerste en tweede generatie migranten. Ook met een veel terughoudender scenario. Een kleinere bevolking, maar het aandeel van migranten zal behoorlijk groot zijn. Dus eigenlijk de situatie die we nu in Amsterdam hebben, wordt gewoon de situatie van heel Nederland. Dat zou ik graag Rutte een keer horen zeggen. In plaats van pleur op, een keer een beeld van, dit is de transitie die we meemaken. Hier hebben we invloed op, wat voor keuzes maken we. Maar begrijp wel dat we nu al heel ver in die verandering zijn. Ja, dus ik vind het eerlijk gezegd dat gewoon toch een beetje Rutte zegt visie, dan moet je naar de oogarts. Ik zeg, visie hebben we juist nodig om mensen een beetje nou vast te geven. En iedereen begrijpt dat tussen wat je zou willen en wat je kan, zit altijd een afstand. Maar alle politiek gaat natuurlijk voortdurend over je doelen stellen en dan vaststellen dat je een eind komt, maar ook een heleboel dingen niet kan. Ja, want even, kijk, het is natuurlijk anekdotisch dat loskrijgen of niet, maar dat precies, je gaat ook al verder. Het betekent natuurlijk of je wel of niet nadenkt over de volgende 50 jaar of de volgende 40 jaar. En het volgende 20 jaar. Maar want je zegt, ja, dat is nogal een verschil. Hè, dat las ik en hoor ik je zeggen. Het is nogal een verschil of je 16 miljoen mensen hebt, ruim een miljoen minder dan nu. Of 20 miljoen, dat is 4 miljoen. Is dat een enorm verschil? De commissie Muntendam, ik heb er al naar verwezen, die in de jaren 60, begin jaren 70, daar met 38 mensen, overigens geen één hoogleraar demografie, werd daarvoor uitgenodigd. Valt over die commissie nog interessante dingen te vertellen. Maar die hebben zich die vraag gesteld. En maar 4 miljoen proberen door te veel. In 2060, nou ja, zeggen, een verschil van 4 miljoen. Je kunt toch nadenken over hoe geven wij deze samen. En ook lange termijn behoefte op de arbeidsmarkt. Weet je, gewoon proberen eens een beetje de verschillende factoren die daarbij een rol spelen. Het gaat over ruimtebeslag, gaat ook over integratie. Het gaat over heel veel verschillende kanten van de samenleving. Alles. Ik zou het graag willen objectiveren. Ja. Een beetje greep op krijgen. Ja. Met nadruk een beetje. Hè. Ik snap ook wel dat we het niet helemaal in onze hand hebben. Maar dat geldt eigenlijk voor alles. Qua milieu hebben we het niet in onze eigen hand. We hebben heel veel dingen niet in onze hand. Maar het is toch raar dat de ontwikkeling die eigenlijk ten grondslag ligt aan alle beleid, gebied van woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg, noem maar op. Namelijk de bevolkingsgroei. En we maken dus de afgelopen 20 jaar de snelste bevolkingsgroei mee ever. Er zijn 1,5 miljoen mensen in Nederland in de afgelopen 20 jaar bijgekomen. Nou, kunnen we daar een beetje over nadenken. Ja, in die zin, kijk, dan merk je meteen dat het veel is. Dus de laatste 20 jaar 1,5 miljoen. Dus 4 miljoen verschil is dus een groot verschil voor een bevolking in Nederland, zeg maar. Als je daar beleid op lijkt mij wel. Ja. En dan kan je nog zeggen, van dan kun je heel ontspannen naar kijken en zeggen, nou, we hebben een heleboel argumenten om te zeggen, zij zijn maar niet zo'n problematische ontwikkeling. Ik heb daar niet zo'n oordeel over. Echt niet, omdat ik gewoon opensta ten opzichte van al die scenario's. En denk, laten we dit gewoon eens als samenleving de exercitie maken. Dus ik pleit gewoon voor een staatscommissie. Die is gewoon deze exercitie met goede demografen, economen, noem maar op, mensen die nadenken over de ruimte in Nederland. Gewoon eens een beetje over nadenken met z'n allen. Oude sociaaldemocraat misschien, hè, die aan het woord is. Maar ja, ik vind dat wel een mooie traditie, gewoon van het plan denken. Maar ja, dat andere maar dat andere cijfertje net van zei, dus we zullen het zo misschien eens even hebben over migratiesaldo, hoe veelzeggend dat is. Maar dus je hebt natuurlijk dat absolute getal van 20 miljoen of 16 miljoen in jouw scenario's. Het zijn eigenlijk 4 die je uitwerkt in het essay, maar 5. Ja. Maar dat andere getal wat je net noemt, dat vind jij veel meer van belang. Dus de bevolkingssamenstelling op de lange termijn. Dus als je het één. Dus dan. Oh nee, ik heb niet zo'n parti prio, werkelijk niet. Dus ik zou alleen willen zeggen tegen, kijk, als ik een stad als Den Haag zie, en ik zie gewoon de problematiek die voor een deel een uitkomst is van een slecht begrepen geschiedenis van gastarbeid. En dan gaat het dus helemaal niet over de schuldvraag. Hè. Dat zeg ik 3 keer in het essay en ook in een boek wat er aankomt. Het gaat me helemaal niet om de schuldvraag. Niemand heeft iemand iets aangedaan. Dit is gewoon de uitkomst van een geschiedenis. Maar dan kun je vaststellen dat daar integratiepolitiek ligt. Dat de kinderen van de migranten uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap het veel minder goed doen in het onderwijs. Ondanks het feit dat ze in die ene generatie een geweldige sprong naar voren hebben gedaan. Dus dan zie je ook al hoe wetenschappers op basis van dezelfde cijfers een groot meningsverschil kunnen hebben. De een kijkt naar de familiale geschiedenis. Zegt van één generatie op de andere een geweldige sprong naar voren. Is waar. Maar gemeten aan het autochtone gemiddelde zie je gewoon vrij structurele achterstanden. Ook waar. Bon. Dus dat heeft een lange uitwerking, zulke geschiedenis. Nou, kijk daar eens naar. Probeer daar iets van te leren, ook met het oog op de toekomst.
En in een stad als Den Haag zie je dus bijvoorbeeld die problematiek. Je ziet problemen rond de postkoloniale migratie. Je ziet problemen rond Oost-Europese migratie. Je ziet problemen rond vlucht. Hoeveel integratieproblematiek kunnen instituties, als het onderwijs, de gezondheidszorg, politie, op een redelijke manier aan? Ja. Dus ik ben helemaal niet van de gedachte, sluit de grenzen. Nee, maar dat zijn de andere factoren. Ik ben ook helemaal geen pessimist. Ik probeer gewoon een beetje te kijken naar de realiteit. En ik kom ontzettend veel op scholen, bij de politie geef, academie geef ik les. Op heel veel plekken in de gezondheidszorg. En ik zie gewoon hoe die instituties, hoe die hun best doen, maar ook gewoon daar behoorlijk veel moeite mee hebben om een verhouding te vinden. Ja, dat zijn die andere, andere stukken van de samenleving dan alleen maar de factor arbeid, hè, bedoel je? Nou, dat is natuurlijk hoe migratie in de samenleving uitwaait. En dat gaat helemaal niet om een geschiedenis van schuldvragen. Het gaat ook niet om een geschiedenis van alleen maar problemen. Er zitten namelijk ook ongelooflijk mooie kanten aan. Maar het gaat er wel om, van kunnen we daar gewoon eens met een beetje los van alle hysterie over sluiten grenzen, open de grenzen, kunnen we gewoon een beetje het morele midden, het intellectuele midden, maar ook het midden qua beleid, kunnen we dat verkennen. Goed, dat gaan we proberen vanavond ook te doen, onder andere. Leo Lucassen, mag ik jou uitnodigen om hier te komen zitten. Ik heb die beide essays, Regie over migratie, met veel plezier gelezen. Onder andere omdat ze ook zo verrassend toegankelijk zijn, allebei, die essays. En ook bijvoorbeeld omdat het op zoveel plekken blijkt dat jullie het op veel dingen met elkaar eens zijn. Ik twittel niet. Een enkel ding ook niet. Maar dat, he, dus dat de visie eigenlijk over bijvoorbeeld, he, dus alleen al de titel, Regie over migratie. Dus jullie eigenlijk beide zeggen, nou, dat is een onderwerp waar je beleid op kan maken en beleid op zou moeten maken. He, bijvoorbeeld allebei zeggen jullie dat. Ja. Niet iets inderdaad wat je alleen maar overkomt, maar waar je ook als land op basis van feiten een beleid op kan maken. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jullie hebben natuurlijk elkaars essay ook gelezen. Leo Lucassen en Paul Scheffer, zouden jullie allebei even heel kort van elkaars essay kunnen zeggen wat jullie opvallend eraan vonden of verrassend of hoe jullie tegen elkaars essay aankijken? Als hele korte recensie misschien. Ja. Ik had niet verwacht dat Paul met prognoses zou komen. Die verschillende scenario's die hij schetst. Aan de andere kant past het weer wel bij wat hij natuurlijk al lang op dit gebied publiceert. En nou ja, waar hij veel over praat en nadenkt. Namelijk dat hij vindt dat de samenleving en de staat en wij als burgers, als democratie, laten we zeggen, meer greep zou moeten hebben op migratie en dat daar meer een gesprek over zou moeten zijn. Dat is denk ik wel een constante in zijn werk. Een tweede punt wat mij opviel, en daar hebben we ook al even kort over gepraat toen de essays werden aangeboden aan de WRR. Dus we hebben zo'n oploopje in april gehad met Ernst Hirsch-Ballin daarbij. Er is ook een soort beschouwing ook over die twee essays in dit boekje geschreven. En toen ging het natuurlijk over de vluchtelingenkwestie. En waar Paul dus pleit voor, eigenlijk voor quota, denk ik, hè, dat je kunt zeggen, Paul. Dus dat je van, ja, wil je het beheersbaar maken, maar wil je het ook kunnen, democratisch kunnen verkopen, om het maar eventjes heel kort door de bocht te zeggen, dan is het belangrijk dat politici tegen de bevolking zeggen, jongens, hoor eens hier, we hebben ooit een vluchtelingenverdrag afgesloten. Wij vinden dat we een humanitaire plicht hebben om daar ons steentje aan bij te dragen. Maar wij begrijpen natuurlijk ook dat wij niet eindeloos veel vluchtelingen kunnen opvangen. Dus het is wel belangrijk, wat wij eigenlijk voorstellen is dat wij, dat het een beetje duidelijk is ongeveer aan welke aantallen we eigenlijk denken. Daar kun je dan ook, laat ik zeggen, je opvangstructuur op inrichten. Je kunt ook veel beter je integraties, want nu is het hollen en stilstaan en weer paniek als er ineens een crisis uitbreekt. En dan heb je oranje en dan. En dat je, kortom, dat je meer voorbereid bent en dat je daarover nadenkt. Nou, ik denk, dat vond ik een verstandige gedachte. Dan is natuurlijk de kwestie van over hoeveel mensen denk je dan en wat voor criteria gebruik je voor toelating. Maar dat het wel belangrijk is om,
ook om, laat ik zeggen, voor het democratisch draagvlak. Wat op zichzelf best groot is, dat weten we. Hè. Dus als je alle opiniepeilingen van hoeveel Nederlanders bereid zijn om iets voor vluchtelingen te doen. Nou, dat is 70%, maar we laten ons ook erg in het debat gijzelen door een kleine, maar zeer luidruchtige minderheid aan ter uiterste rechterzijde. Maar om juist die zwijgende meerderheid, om die meer te mobiliseren, om ook meer een stem te geven, denk ik dat een beetje afhankelijk van wat laat ik zeggen, de aantallen zijn. En ik denk dat dat echt te overzien is. Hè. Ik bedoel, zelfs die miljoen voor de hele Europese Unie in 2015, nou ja, dat is een miljoen op 500 miljoen. Ik bedoel, maar goed, dan hebben we het even over unieniveau. En we weten hoe lastig het daar is om daar überhaupt een eenstemmigheid, een verdeling, et cetera, te krijgen. Maar dat systematischer moet en dat je daar meer over moet praten, meer moet uitleggen. Nou, dat vond ik wel een goed punt. Een goede gedachte, goed punt. Ja. Paul Scheffer, dank. Ja, kijk, om te beginnen heb ik ontzettend veel van Leo geleerd. Dus ik heb in mijn eigen boek over het land van aankomst heb ik ook verschillende keren naar zijn werk verwezen. Bijvoorbeeld zijn boek over weerstanden tegen migratie in de jaren 20 en 30... waar hij een aantal parallellen trekt tussen hoe vroeger migratiestromen en hoe dat nu gaat. En hoe je die geschiedenis van toen en nu, wat die eigenlijk wat aan gemeenschappelijkheid hebben. Dus daar heb ik van die historische manier van kijken, vind ik ongelooflijk belangrijk. Omdat ik zelf ook, daarom geloof ik dat ik inderdaad pessimist ben. Ik denk juist dat als je die langere lijnen van de geschiedenis overziet, dat je dan helemaal niet tot fatalisme of een gevoel van dit is een geschiedenis van conflict en mislukking. Tegendeel, ik zou zeggen de dynamiek van de migratie leert mij juist dat het met veel conflicten en aanpassingsproblemen gepaard gaat. Maar ook op langere termijn altijd nieuwe vormen van accommodatie ontstaan. Dus je kijkt daar fundamenteel naar, helemaal niet met een idee van dit is een geschiedenis van mislukking. Anders hou je ook niet 20 jaar met een onderwerp bezig. Maar die historische manier van kijken, die bevalt mij zeer. De kortsluiting tussen de Gouden Eeuw en nu vind ik ook voor een historicus soms wat gewaagd. Omdat je dan wel 4 eeuwen geschiedenis overbrugt. En je wel even moet afvragen of de migratie toen, de migratie nu, hoe die met elkaar verband houden. Kortsluiting in de zin van verbanden trekken? Dan overbrug je de 4 eeuwen. Mm-hmm. En dat is wel veel. En dat was laat ik zeggen. En, Nee, dat is mij wel gebleken. En dan nog kan je zeggen dat het natuurlijk toen over de toegang tot het burgerschap, toen het poorterschap, enorm werd gevochten. En de eisen voor het poorterschap werden verhoogd als reactie op de migratie. En ook over de toegang tot de proto-verzorgingsstaat van die tijd, armenkassen en noem maar op, werd in principe gezegd, al die gemeenschappen moeten zorg dragen voor hun eigen migranten. Dus de arme Joodse bevolking van Amsterdam. Nou, ik wil maar zeggen, dus als je die geschiedenis dan bent, als je ook naar de culturele kanten kijkt, Brederode, Spaanse Brabander. Brabander, dat staat natuurlijk vol met vrij pregnante voordelen. Dus het hele beeld van die 17e eeuw. En Erika Kuipers heeft er een prachtig boek over Amsterdam geschreven. En zegt eigenlijk, zegt ze in dat boek, overgrote deel van de migranten weten we niets van. Dus dat is nogal gewaagd om daar pertinente conclusies aan te verbinden. Dat het grootste deel van die migranten gewoon anoniem in de geschiedenis zijn opgelost. Maar nogmaals, die historische blikken zijn mij zeer besteed. En ik vind eerlijk gezegd, de dedramatisering van het debat is aan mij na 20 jaar wel besteed. Ja. En ik vind dus, laat ik zeggen, de poging van Leo om te zeggen van als je langere lijnen ziet, oordeel niet te snel. Dat vind ik goed. Ik denk dat ons belangrijkste verschil misschien daar ligt, dat ik, wat ik eerder probeerde te zeggen, dat je migranten niet alleen als arbeidskracht moet zien, maar de menselijke dimensie van migratie, en ook dus van de kant van de ontvangende samenleving, die ik heb geprobeerd daar meer beide kanten, denk ik, en ook die menselijke dimensie te zien voorbij de dynamiek van een arbeidsmarkt van vraag en aanbod. Ja, want dat is op zich misschien
Misschien als eerste onderwerp even dat onderwerp van migratiesaldo. Dus, ja. Mag ik even reageren op Paul zijn laatste punt van mensen niet alleen maar als arbeidskracht te zien. Ja, daar ben ik het natuurlijk volledig met hem eens. En nu ga ik eventjes ons nieuwe boek Vijf Eeuwen Migratie pluggen. Dat blijkt ook uit het boek en ook wel uit C misschien iets minder, maar uit het boek. Natuurlijk zijn mensen niet alleen arbeidskracht. Natuurlijk haal je ook mensen, komen er mensen binnen met al hun bagage, met hun culturele, met hun sociale bagage. En dat heeft allerlei effecten op allerlei punten van de samenleving. Het enige, het punt wat ik in het essay maak, is dat ik eenvoudigweg constateer dat wij, of we dat leuk vinden of niet, een open samenleving hebben, met name ook economisch, en dat we daar voor gekozen hebben. Je kunt erover hebben hoe democratisch dat gegaan is, maar uiteindelijk heeft het parlement ingestemd met een EU-wet van vrijheid van migratie binnen de Europese Unie. Die betekent dat mensen vrije toegang tot onze arbeidsmarkt hebben. Nogmaals, of we dat nou leuk vinden of niet, dat constateer ik. En dat heeft gevolgen als je gaat nadenken over, laten we zeggen, hoe gaat Nederland eruit zien in de toekomst. Nou, dan constateer ik puur als ik zeg van, nou, als dit ongeveer het systeem blijft, stel dat we dat niet allemaal gaan veranderen, nou, dan denk ik dat je rekening ermee moet houden dat als de Nederlandse economie blijft zoals die is, of als die gaat groeien, dat leidt dan tot meer migratie. Ja, nogmaals, stel dat het nu over 10 jaar inzakt. Nou ja, dan zullen er minder migranten komen en dan zal een deel. Maar er zijn gewoon 500.000 migranten. Over 2 jaar zijn er 500.000 Oost-Europese migranten in Nederland. Daarvan zegt nu, volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau, 3/4 dat ze willen blijven. Mm-hmm. Stel dat dat minder is, stel de helft ongeveer. Mm-hmm. Die krijgen 6 gezinnen hier, wat nu al duidelijk is, mensen laag opgeleid, slechte taalbeheersing, die kinderen groeien straks op hun gezin. Dus ik zie gewoon iets van die geschiedenis zich herhalen. Ik maak me daar zorgen over, nog even helemaal afgezien van EU-wetgeving. Mm. Het gaat er even om, hoe kunnen we nou voorkomen dat die geschiedenis zich op die manier weer herhaalt? Wat moeten we doen? En hoe kunnen we voorkomen dat niet alleen ondernemers hun korte termijn winsten? Want kijk, ik zou ook liever Poolse gastarbeiders hebben die 6 dagen in de week werken, het sociaal contract in Nederland ondermijnen, gewoon met gedwongen winkelnering met €400 in de maand naar huis gaan. Dus hier zijn gewoon, dit is cynisch korte termijn eigenbelang wat hier regeert. En ik zou dat wel graag even boven de tafel gehaald willen hebben. Voordat we zeggen, ja, dat zijn wel zoals de EU werkt. Nou, de EU werkt dus op een aantal terreinen niet goed. Er wordt systematisch, worden het sociale contract in Nederland ondermijnd door, net zoals vroeger met de gastarbeid. Dus laten we even die belangen tegen elkaar afwegen en ons de vraag stellen, wat gebeurt hier onder onze ogen? En ik zou zeggen, de verzorging staat helemaal niet proof. Want over 10, ik ben er wel van overtuigd, komende 5 jaar, zeker, komende 10 jaar, vast ook nog wel. Maar over 15 jaar of 20 jaar, als de automatisering toeslaat en allerlei beroepen inkrimpen, dan hebben we straks te maken met een laag opgeleide Oost-Europese bevolking in Nederland. En dat gaat me helemaal niet om die individuen. Ik ben correspondent in Polen geweest, ik heb een waanzinnig zwak voor de gemiddelde Pool. Maar even, wat is nou een lange termijn gevolg? Okay, in plaats van over migratiesaldo beginnen, gaan we toch even beginnen met het marktdenken en de migrant als arbeider. Verrassend genoeg zei Paul Scheffer tegen jou, dat is te veel gedacht vanuit het bedrijfsleven. Mm. En dat hadden we misschien ook niet gedacht, dat jij hier voor VVD'er versleten zou worden. Ik chargeer een beetje, maar het is een heel interessant natuurlijk, want kan je daar dan... Nogmaals, ik als wetenschapper constateer dat het nu zo gaat. Ik denk dat Paul op zichzelf... Laat me even uitpraten. Vervolgens denk ik dat je helemaal gelijk hebt, dat je zegt van nou, we kunnen toch even goed, gegeven dat die situatie nu zo is, is het toch nog steeds verstandig om na te denken over wat zijn daar de korte en lange termijn effecten van. Wat is dan onze mogelijkheid om daarin te interveneren? Nou, ik ben minder pessimistisch dan Paul, waar het gaat om, laat ik zeggen, voor de toekomst van deze Oost-Europeanen. Met name het gaat vooral om Polen in Nederland. Dus die populatie is heel sterk gegroeid sinds 2004. Ik denk dat om verschillende redenen, laat ik zeggen, de
hun toekomstperspectieven beter zijn dan, dan laat ik zeggen, geen en hele lage scholing geselecteerde mensen uit Marokko en Turkije, die bovendien ook nog eens een keer zichzelf hebben vastgezet omdat ze niet terug, dat ze dachten, we gaan, als ze teruggaan, hè, dan, dan komen we er nooit meer in. Gebeurt, hè? Ja, dus ik denk, en ook de opleidingsniveau, ja, ze zijn lager opgeleid dan Nederland, maar het opleidingsverschil is minder groot dan toen. Kortom, er zijn een aantal redenen om te denken, dat ik, in ieder geval daar ben ik minder pessimistisch op over. Ja, wat niet wil zeggen dat zich niet sociale problemen zouden kunnen ontwikkelen. Daar, maar goed, dan is de kwestie wat oké, maar laten we het over hebben, dat vind ik prima. Maar dan is de kwestie, wat kunnen we dan als samenleving, als overheid, en wel of niet samen met de, in samenwerking met het bedrijfsleven, daar zeg ik ook een aantal dingen over in het essay, dat vind ik uitstekend om het daarover te hebben. Dus ik ben geen, in die zin geen fatalist, dat ik zeg, ja jongens, het is de markt en... het is de EU-wetgeving en de markt. Nee, ik denk dat je het daar zeker over kunt hebben. Ja. Dus waar we het over kunnen hebben is A, tegen wat voor arbeidsomstandigheden werken mensen. Ja. B, als er wordt gezegd, wat ik bijna eigenlijk een racistische manier van kijken vind, wordt gezegd, ja, Nederlanders zijn, doen dat werk niet meer. Wat zeggen we dan eigenlijk tegen elkaar? Nederlanders zijn te goed voor dat werk, of zijn te zwak voor dat werk, of wat dan ook. Dus dat wij, dus het hele vanzelfsprekende idee, ja, daar komen, doen mensen in Nederland niet meer. Denk ik, van, nou, misschien ook iets met arbeidsomstandigheden te maken, met beloning, noem maar op. Dus het is gewoon een simpel idee over winstmaximalisatie in de tuinbouw, noem maar op. Natuurlijk willen, dus dat is twee. Drie, ik ben helemaal niet pessimistisch. Ik kijk gewoon naar wat het Sociaal Cultureel Planbureau voor onderzoek doet. Die hebben grote enquêtes gedaan op, en die zeggen gewoon een ontzettend probleem met taalbeheersing. Mensen werken allemaal zware beroepen, waar weinig taal voor nodig is, noem maar op. Precies hetzelfde profiel als destijds. Hoe gaan we nou voorkomen? Dus ik zou tegen ondernemers bijvoorbeeld willen zeggen, de voorwaarden waaronder mensen worden aangetrokken, zou ik willen verzwaren. Ik zou tegen ze willen zeggen, als jullie mensen willen aannemen, moet je ook taalonderwijs aanbieden. Ja. En dan moet je ook een strategie hebben, want die mensen gaan voor de helft hier blijven. Wat doen jullie eraan? Jullie maximaliseren je eigen korte termijn belang, maar kun je ook een beetje mee nadenken over de lange termijn maatschappelijke gevolgen? Zie ik helemaal geen nul animo langs die richting. Er wordt alleen gezegd, we hebben nog 150.000 extra, we willen nu 400.000 mensen. En weet je wat het gevolg is? Dus Bulgarije en Roemenië, waar straks veel meer migranten van gaan komen. Daar gaat de bevolking, dus in Bulgarije, krimpt de bevolking de komende 20 jaar sowieso, hè? Met 1/3. Ja. Dus ik ga je voorspellen, dit wordt nog een zichzelf versterkend mechanisme. Want de toekomst van een land als Bulgarije en Roemenië door deze razendsnelle bevolkingskrimp wordt steeds problematischer. Er zal steeds meer aandrang zijn van de jeugd om weg te trekken. Dus straks krijgen wij, we hebben al een scheefgroei tussen Oost- en West-Europa. Dus ik voorspel je, het zou straks wel eens in het belang ook van Oost-Europa kunnen zijn om na te denken over vormen van regulering. Wat helemaal niet betekent, doen de deur dicht. Ook misschien niet het vanzelfsprekende idee, let the markt rule. Ja. Nee, de markt is belangrijk, maar de markt kan nooit alleen maar het laatste woord hebben van vraag en aanbod. Daarvoor gaat het over veel te diepe consequenties voor de samenleving. Nou ja, ik denk dat wij het volledig erover eens zijn dat er op dit moment, en dat heeft natuurlijk alles te maken met een heel neoliberaal EU-beleid wat sinds de jaren 90 is opgetuigd. Dan zijn we ook allemaal zelf bij geweest. Dat hebben we toch als democratische samenleving hebben wij dat jij goed, kent goed voorspellingen, gevonden. Mag ik één ding tussendoor zeggen? Jij kent de voorspellingen die in Nederland gemaakt zijn over Oost-Europese migranten. Ja. Wij gingen vanuit, en er waren dus een aantal mensen die zeiden, hoe gaat dit? 13.000 mensen hooguit per jaar. Zijn nu bij straks over 2 jaar 500.000 Oost-Europese migranten in 15 jaar naar Nederland gekomen. Laten we even gewoon kijken naar wat de voorspellingen waren, wat de toezeggingen destijds waren, de verwachtingen en dan de realiteit. Dus een levende democratie leeft ook van trial and error. Ja, zeker. Moet ook gewoon. Ik wil even mijn punt is dat ik denk dat het heel één van de dingen die je kunt doen, en dus niet alleen maar achterover kunt leunen, is met name veel kritischer zijn op een andere vrijheid die ook in het liberaal, neoliberale Europa is afgesproken. Niet alleen vrijheid van mobiliteit, maar ook vrijheid van diensten.
En dat leidt ertoe dat er ook allerlei legale constructies zijn waarbij migranten uit Oost-Europa hier kunnen werken, maar met de voorwaarden vandaar. Dat leidt tot natuurlijk marktverstoring en ook tot onderkruiperij in feite. Niet zozeer moet je dat die migranten hebben, dat niet kwalijk nemen, maar het feit dat wij dat als EU mogelijk maken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat daar, laat ik zeggen, dat er veel strengere, of dat in ieder geval wordt aangepast. En dat er veel strengere arbeidsmarktcontrole is om dit soort misbruik te voorkomen. Ik bedoel, maar goed. Natuurlijk. Oké, dan tweede domein. Dan zou ik zeggen, kijk, we hebben nu 100.000 buitenlandse studenten in Nederland. Dat is een andere bron van migratie. Waarvan ook natuurlijk ieder weldenkend mens zegt, het is geweldig dat er studenten uit het buitenland naar ons toe komen. Ik ga zelf over een week weer mijn college reeks geven. Ons programma, allemaal in het Engels. Hartstikke leuk. Studenten uit Brazilië, China, all over the place. Dus ik ben de laatste om te zeggen, we moeten geen buitenlandse studenten hebben. Maar de realiteit is dat het een concurrentiemodel is, wat ook door marktoverwegingen en marktaandeel nu gestuurd wordt. Namelijk dat universiteiten zien hun Nederlandse aandeel studenten teruglopen. Die worden gefinancierd op basis van het aantal studenten. En willen dus ontzettend veel buitenlandse studenten, met als gevolg dat nu al driekwart van de masteropleidingen in het Engels zijn. Ook daar zeg ik, ik heb er helemaal niet zo'n parti pris. Ik zeg alleen, laten we erover nadenken hoe we de toekomst van ons onderwijs zien, HBO en WO, en hoe we ons migratiebeleid, wat dat betreft, over aantallen studenten. Hoe zien we dat? Hoe zien we de verhouding tussen de studenten die er zijn, het onderwijs in het Nederlands, onderwijs in het Engels? Hoe gaan we daarmee om? Maar daar wordt nu natuurlijk ook volop over gediscussieerd. Ja, daar wordt nu. Ja. Maar ook niet, dat wordt ook overgelaten aan instellingen. Maar het is geen enkel collectief handelingsvermogen waarbij ook belangen. Dat kost ook veel geld. Laten we wel wezen. Ja. Je student krijgt gewoon tegen een heel beperkt collegegeld gewoon een volledige opleiding aangeboden. Ik ben de laatste om te zeggen dat moet helemaal niet. Maar ik vind ook zoals het nu gaat, wij lopen dus gewoon, er wordt een nota gepubliceerd, internationalisering hoger onderwijs. En het is heel interessant. In die nota over internationalisering wordt geen één keer verwezen naar Duitsland, Frankrijk, Engeland, België. Dus hoe andere landen in onze omgeving dat doen, Nederland loopt enorm voorop in de aantallen studenten. Met als gevolg dat nu in Groningen mensen in een tent moeten gaan wonen. Maar afgezien daarvan, wat vinden we daar nou van? Ja. Wat willen we als samenleving? En een beetje nadenken over de toekomst. Waarom is het zo verdomd moeilijk in het rare land? Dat punt heb je al een paar keer gemaakt. Maar dat is ook een van de redenen natuurlijk dat dit een politiek onderwerp is. Want dan zou je keuzes moeten maken natuurlijk. Ja. Wat voor toekomst je wil. De toekomst, want jullie hadden daar volgens mij net een andere opvatting over. De toekomstbestendigheid van de verzorgingsstaat. Leo, jij zei nou dat die dat is wel bijgesteld. Het is niet meer zo dat je hierheen komt en meteen al je benefits krijgt. Ja, de Volkskrant onthulde dat er wel wat misbruik gemaakt wordt. Dat zei er ook bij. Maar dat is veranderd. Dus dat werkt niet meer als een echte motor voor migratie. Maar de toekomstbestendigheid van de verzorgingsstaat, dat zie jij helemaal niet, Paul. Natuurlijk niet. Omdat het namelijk gaat niet over wat er in de eerste half jaar of jaar of vijf jaar gebeurt. Kijk, stel dat de helft van de mensen blijven en gewoon Nederlandse nationaliteit krijgen. Wat ik hoop, eerlijk gezegd, dat mensen blijven, dat ze dan ook nationaliteit willen verwerven. Dan is er überhaupt al elke titel om mensen ongelijk te behandelen weggevallen. Godzijdank. Iedereen is gelijk voor de wet. Maar dat betekent dus, kijk, als je de geschiedenis van de gastarbeid zou afzetten tegen de huidige migratieproof verzorgingsstaat, zou je precies dezelfde uitkomst hebben gehad. Mensen werden niet binnen een jaar of twee jaar werkeloos. Mensen hebben 15, 20 jaar lang ongelooflijk hard gewerkt. Heel veel bijgedragen aan de economie. Dus dat is helemaal geen verwijt aan niemand. En daarna, door de oliecrisis en noem maar op, massief de werkloosheid in. Nee, maar het gaat niet om verwijt. Dus dat betekent gewoon dat op langere termijn die verzorgingsstaat natuurlijk helemaal niet proof is en ook niet kan zijn, omdat je mensen gewoon niet ongelijk wil behandelen. Dat zie jij anders op langere termijn. Ja, daar is ook wel een heel duidelijk historisch voorbeeld van. Want kijk, heel interessant om, laat ik zeggen, de gezinshereniging van Turken en Marokkanen, die natuurlijk massaal was en vanaf het einde van de jaren 70 en begin jaren 80. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Italianen, daar is dat nauwelijks gebeurd. En het grote verschil,
die hadden gewoon vrije toegang. Die hadden al en die gingen alweer terug. Hè? Ja, van deel zijn die teruggegaan en niet meer gekomen. Dus voor hen was dat geen run op en nu moeten we er naartoe. Nu zijn we nog net binnen. Want er is een deadline. Ja, en dat, dus ik denk dat toch iets anders ligt wat dan Paul het nu... Het Cultureel Planbureau gewoon onderzoekt en die vraagt het aan de mensen zelf. Dus niet zozeer wat wij verwachten dat mensen gaan doen, maar wat ze hun eigen voornemens... En dan blijkt dus dat driekwart zegt, wij willen gewoon hier langdurig blijven. Ja, maar en ik wens ze dat ook ontzettend toe, want ik denk dat de realiteit zal zijn. Maar Paul, migratiegeschiedenis bestudeerd om te weten dat de mythe van terugkeer ook niet voor niets een mythe wordt genoemd. Maar ook een mythe van wensen. 1 op de 3 Nederlanders zei na de Tweede Wereldoorlog, ik wil emigreren. 1 op de 3? Ja, 1 op de 3. Ja, het is uiteindelijk 5% geworden, waarvan ook nog eens een keer... een derde weer is teruggekomen. Dus je hebt nu ook allemaal, dus Pew, hè, dat ken je ook, dat pleeg je ook regelmatig. Ja, ja. Hè, dus dan kijk, opinieonderzoek, wat mensen zeggen en wat ze zouden willen. Ja. Heel veel mensen in Afrika zeggen, ik zou wel ergens anders willen wonen. Maar dat zegt nog heel weinig over, laat ik zeggen, of mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen. Want ja, daartussen wens en droom staan, hè, zoals we allemaal weten. En ook weemoedigheid. Ja, die niemand kan verklaren. Zeker. Dus kijk, dat Polen dat nu zeggen, of mensen uit Roemenië, dat geloof ik graag. Maar de proof of the pudding is, of ze hier voldoende, laat ik zeggen, passen bij de samenleving. Of ze ook voldoende, want heel veel van de Polen die zich hier langduriger vestigen... Ja, dat zijn mensen die ook een eigen huis hebben, bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die eigen ondernemingen hebben. In economische termen zijn deze mensen veel positiever geselecteerd dan, laat ik zeggen, in het gastarbeidersverhaal. Dat zijn echt twee verschillende modellen. Ik zou eigenlijk willen zeggen nee. Want om de eenvoudige reden. Nee, om de eenvoudige reden dat de arbeidsparticipatie... Kijk naar de Turkse migranten in Duitsland. Ja. Arbeidsparticipatie 80%. Het was echt hoger dan de autochtone bevolking. Dat was hier ook. En dan krijg je op een gegeven moment de automatisering van de Duitse industrie en noem maar op. Dus dan zie je die werkgelegenheid inkrimpen, maar je ziet ook gezinsvorming, gezinshereniging. En 20 jaar later is de arbeidsparticipatie van de Turkse gemeenschap 47%. Ik voorspel je dat over 10 jaar we tot dezelfde conclusie komen... En dat mensen dus, ik ken die landen een beetje, en zeker waar het gaat over de toekomst van Roemenië en Bulgarije, maar ook Polen met zo'n krimpende bevolking, zal de economische groei daar laag of negatief zijn. En gewoon de wil van mensen en de redenen om terug te keren zullen snel afnemen. Maar ook het feit, gewoon positief, dat mensen het hier fijn vinden, langzamerhand hier een plek gaan vinden. Alleen, dus laat ik zeggen... Gewoon een beetje nadenken over wat er voor ons ligt. En een beetje keuzes proberen te maken. Ja, Paul, dat heb je al vaker gezegd. Dat is Maar, daar heb je ook heel erg gelijk. En dan is er natuurlijk een ander aspect waar ik eigenlijk mee had willen beginnen. Want saldo, okay, dus je hebt 16 miljoen mensen in 2060 of 20 miljoen mensen. Dat is inderdaad overigens een groot verschil natuurlijk. Je kan je afvragen hoe groot, maar even afgezien daarvan. Er gebeurt natuurlijk wel iets met de samenstelling van de bevolking. Ja, dus, nee, daar had Paul ook volledig gelijk. Dat is iets wat ik als migratiehistoricus ook al jaren roep. Sta je niet blind op het saldo. Toch mobiliseer je dat cijfer wel heel vaak om te zeggen van... maak je er niet zo druk, zo'n vaart niet. Als het gaat om, laat ik zeggen, het aandeel op de bevolking... dan is dat saldo natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar als het gaat om wat doet migratie met een samenleving... uiteraard moet je dan met name naar in- en uitstroom kijken. Van deel zijn dat soms dezelfde en van deel zijn dat ook Nederlanders... die weggaan en weer terugkomen. Ik noem het altijd maar een ademende samenleving. Ik denk dat dat voor samenleving in principe... ook heel goed is en ook heel veel oplevert. Ook voor andere samenlevingen waar die mensen weer naartoe gaan... en soms weer naartoe terugkeren. Dus daar heeft Paul volledig gelijk dat laat ik zeggen... dat je niet alleen maar blind moet staren op saldo. Wil je begrijpen wat er gebeurt, maar ook wat migratie met samenlevingen. Het is dus niet alleen de onze waar we nu dan over praten, maar ook waar deze mensen vandaan komen. Of en soms weer naar een ander land gaan. Somaliërs zijn natuurlijk een interessant voorbeeld. Hè, die in de jaren 90 in grote getalen naar Nederland kwamen als asielzoekers.
En du moment dat ze een Nederlandse nationaliteit hadden, is een derde is vertrokken naar Engeland. Want daar wilden ze eigenlijk in eerste instantie sowieso al naartoe. Maar daar, dat lukte toen niet. Dus het is ook niet alleen maar van A naar B. Nee, je hebt nee, migratie is natuurlijk een heel rommelig fenomeen. Maar op zich, dat punt is helemaal terecht. En ik denk dat ook heel veel migratiestudies dat ook heel sterk laten zien. En dan Paul schetst in het essay dat dus wat er in Amsterdam gebeurt, dat er op dit moment, ik geloof dat jij schrijft, 2/3 van de lagere schoolbevolking een migratieachtergrond heeft. Mijn kinderen horen daar inderdaad ook bij. En dat is inderdaad, als je op scholen kijkt, is dat veel, ja, absoluut. Maar dat eigenlijk de landelijke situatie wordt in 2050. Het ligt een beetje aan. Op zich denk ik dat in de afgelopen 5 eeuwen concentreert de migratiesector heel sterk op de Randstad. En wat dat betreft is er een behoorlijke parallel met de 17e eeuw. Ook toen was Amsterdam het centrum waar mensen naartoe gingen. Of andere steden als Leiden, noem ze maar op. Dus de migratie wordt niet pons verdeeld over Nederland. Toen niet, maar ook op dit moment niet. Ook zelf hebben ze zelfs krimpregio's in Nederland, zoals we allemaal weten. Dus ik denk dat de migratie ook nu, dat zie je ook in alle cijfers, zowel als toen als nu, heel sterk op Noord-Zuid-Holland en Utrecht zich concentreert. Nou, ik denk Brabant zal ongetwijfeld ook. Eindhoven als groeikern ook nog. Zeker. Maar dat is niet, dat wordt niet gelijkelijk verdeeld natuurlijk. Maar dat heeft heel veel te maken met waar het werk is met name. Maar goed, ik kom dus op die scholen en ik probeer dan na te denken over wat er gebeurt achter die cijfers. Hè, wat gewoon de realiteit in die schoolklasse is. Nou ja, dan zie ik gewoon ontzettend veel aanpassingsproblemen. Waarvan je voor een deel kan zeggen dat is gewoon tijdelijk. Maar andere aanpassingsproblemen, waar ik ook denk van je ziet gewoon die leerkrachten die proberen van alles, maken ook fouten. Hebben ook vaak onderschatten die het potentieel van kinderen met een migratieachtergrond enzovoort. Ik ken alle verhalen, maar gewoon de reële vraag. Wat kan een samenleving op een goede manier, ook qua instituties als het onderwijs, gezondheidszorg, politie, noem maar op, opvangen? Nou, meer dan we vaak denken. Maar dit is wel een tempo van verandering in onze samenleving die ongekend is. Laten we daar wel even bij stilstaan. Ja, de geografie van die migratie. Kijk, één ding is Duitse trekarbeiders. Vlaamse. Die bleven trouwens niet, hè? Ja. De Hessen, die bleven toch gewoon. Het probleem van die migranten was meestal dat ze zo vroeg stierven, dat heen en weer sowieso niet zo'n issue was. Onze Oost-Indiënvaarders, die kwamen natuurlijk allemaal om. Ja, maar, gemiddelde leeftijd in Berlijn was rond 1929. Maar toch even over die scenario's. Betekent dat in 2050, 60, als je dus niet per saldo de bevolking toeneemt of afneemt, maar dat in bijna ieder scenario een kwart, een derde, de helft van de bevolking... Ik denk dat het wel een veilige schatting is om te zeggen dat los van allerlei scenario's waar je keuzes kan maken, maar dat op zich in 2050 waarschijnlijk de helft van de Nederlandse bevolking zijn achtergrond zal hebben in de naoorlogse migratie, lijkt mij een redelijk veilige schatting. En ik zou dus, als ik, God verhoede het, dat het ooit gebeurt, maar als ik premier van dit land zou zijn, zou ik daarmee beginnen. Ik zou dat aan Nederland voorhouden, zeggen, kijk, dit is de ontwikkeling die we meemaken. En dan gaan we van daaruit denken van, wat voor keuzes kunnen we maken? Hoe gaan we een samenleving creëren waarin migranten, kinderen van migranten, maar ook de mensen die er al waren, zich meer thuis voelen dan ze nu doen? Die zit zich even om, als je dat in één woord samenvat over, en daar zijn jullie niet dezelfde mening toe gedaan, geloof ik, massamigratie of niet? Dus Paul, jij zegt, dit is toch een tijdperk van massamigratie. Ik gebruik massamigratie eerlijk gezegd nooit. Ja. Maar ik denk wel dat het over hele grote aantallen gaat. Ja, een grote aantallen. Zwa. Omdat het zo gepolitiseerde term is, gebruik ik hem echt nooit. Welk scenario zich al zo zal vertrekken, dat weet Paul niet, dat weet ik niet, dat weet niemand. Kijk, nu, laat ik zeggen, dat hele
wat Paul het GroenLinks scenario noemt, 50.000 GroenLinks per jaar. Light. Light. Ja, dat is erg gebaseerd wat laat ik zeggen, op wat er de afgelopen 2 jaar of zo. Zoals Paul ook eerder zegt, ook in zijn presentatie. Ja, begin deze eeuw gingen we nog van hele andere scenario's uit. Want toen waren met name de vluchtelingen. Dat heb je met scenario's lager, ja. Ja. Dus het is maar net waar je van uitgaat. Ik denk wel dat we het over eens zijn dat in 2050 of 2060, net als nu, nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking een migratieachtergrond heeft. Nou, dan kun je voor deel zeggen. Wat voor soort deel denk jij dan aan? Wat is de bandbreedte daarin? Zeg maar? Ja, ongeveer hetzelfde waar we nu in zitten, denk ik. En kijk, op een gegeven moment worden. Ligt ook een beetje aan hoe je definieert. Want, kijk, de derde generatie. Zou ik zeggen, dat zegt Paul ook. Hè, ja. Die tellen dan, dat zijn dan. Hè, die worden autochtoon. Dus voor een deel, laat ik zeggen, het is een soort wasmachine. Op een gegeven moment, dan zijn ze natuurlijk. Dan tellen ze niet meer mee bij de. Nee, Leo, maar er is één ding. Gewoon even de feiten. De eerste en tweede generatie. Nu ongeveer 22% van de Nederlandse bevolking. Dat zal in heel veel van die scenario's, maar dan hoeven we niet allemaal in detail te treden. Maar zeker doorgroeien naar tussen 30% en 40% van de bevolking. Ja, dus substantieel meer dan we nu het geval is. Dus. En dan hebben we het over de eerste en tweede generatie, heb ik het helemaal niet. Over de kleinkinderen, noem maar op. Maar ik zou eigenlijk nog één vraag aan je willen stellen. Maar gewoon ook meer als zoektocht. Maar kijk. Je zegt van ontwikkeling in Afrika is allemaal moeilijk te voorspellen. Dat ben ik helemaal met je eens. En demografie vertaalt zich ook niet één op één in migratie. Maar wat we wel weten, en daarom is demografie geeft wel enige oriëntatie, is dat de bevolking van Sub-Sahara Afrika, een van de armste delen van de wereld, zal in de komende 30 jaar verdubbelen. Van 1 miljard naar 2 miljard mensen. De bevolking van heel Afrika is allemaal 1,2 naar 2,5 miljard mensen verdubbelen. Dus dat is natuurlijk een enorme demografische groei. Gekoppeld aan uitwerkingen van de klimaatverandering. Van de enorme welvaartskloof tussen Noord en Zuid. Gekoppeld ook aan burgeroorlogen en structureel slecht bestuur in heel veel Afrikaanse landen. Gekoppeld aan het fenomeen van ketenmigratie. Dan heb je dus 5 structurele factoren die een rol spelen in de Zuid-Noord-migratie. Ik denk dat dat ons dus voor enorme morele dilemma's gaat plaatsen in de komende 10, 20 jaar. Dat gaat niet weg. Ik kan ook niet voorspellen wat de omvang daarvan zal zijn. Wat bedoel je met morele dilemma's? Nou, gewoon de migratiedruk die dat op zal leggen. Maar wat is dan het morele dilemma? Nou, het morele dilemma kan je gewoon zien in Melilla, metershoge hekken. Waar wij dus onze grensbewaking eigenlijk uitbesteden aan autoritaire regimes. Die op manieren die wij niet willen zien, migranten uit Sub-Sahara-Afrika en andere delen van de wereld tegenhouden. Okay. En wat was dan je Libië? Je wilde wel één vraag Turkije. Aan nou ja, gewoon stellen. Hoe je daar naar kijkt. Ik denk dat dus. Jij zegt heel vaak van. We moeten niet te veel. Een beetje rustig discours over ontwikkelen. Ik denk eerlijk gezegd. Wat ik voor me zie. Is wel gewoon een geweldig dilemma wat ze hier in Europa. En ik zie gewoon in Italië regeringswisseling, ik zie in Oostenrijk, ik zie in Hongarije. Er zijn meerdere oorzaken van de opkomst van het populisme, maar dit is er wel één. Gaan we hiermee om? Dit is dan migratie, zeg je dat? Nou, ja. Dit is wel gewoon een van de grote. En natuurlijk moeten wij een beleid hebben wat gericht is op structurele verbeteringen in heel veel Afrikaanse landen. Handelingsvermogen is beperkt. Na dit exposé, wat was dan de vraag die je aan Leo wil stellen? Nou, de vraag is hoe hij daarnaar kijkt. Nou ja. Ik zie ook al die dingen. Alhoewel, en vervolgens constateer ik dat een aantal van die ontwikkelingen al decennia lang aan de gang zijn. Wil dit soort voorspellingen, en voor deel komen die uit, werden ook 20 jaar geleden al gedaan. Vervolgens, als ik kijk naar wat er gebeurt eigenlijk on the ground, als het gaat om migratie in Afrika en in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, ja, dan constateer ik een aantal dingen. Ten eerste dat die migraties voor het allergrootste deel van 95% spelen die zich af binnen dat continent en binnen regio's binnen dat continent. Het is niet zo dat, laat ik zeggen, er hordes, laat ik zeggen, miljoenen klaarstaan om hier naartoe te komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de aantallen mensen die op een irreguliere manier naar Europa proberen te komen, dus die geen visum krijgen, maar de afgelopen 25 jaar zit dat tussen de 100.000 en 200.000
voor de hele Europese Unie per jaar. Nou, dat is 0,01% van de bevolking van Sub-Sahara-Afrika. Dus dat zijn dus het idee dat al die mensen hier naartoe willen. Dat in ieder geval door de feiten zie ik het wat er morgen gebeurt en wat er over 10 jaar gebeurt, kan ik ook niet voorspellen. Maar het is, laat ik zeggen, de ontwikkelingen die Paul schetst, en die kennen we natuurlijk al behoorlijk lang. Somalië is al 30 jaar een volledige puinhoop, hè, door de oorlogen, et cetera. En dan zou ik toch als, laat ik zeggen, het hele apocalyptische scenario, en dat hopen wij natuurlijk allebei niet, maar dan zou ik daar al verwacht hebben al eerder tekenen van te zien. Als je naar Afrika kijkt, de meeste mensen migreren binnen Afrika. Zelfs 80% van de mensen die van Sub-Sahara-Afrika naar Noord-Afrika proberen te komen. En dat maken we nu als EU al een stuk moeilijker, omdat we daar regimes betalen om ze al bij Mali aan de zuidkant tegen te houden. Er gaan nu waarschijnlijk meer mensen dood in de Sahara dan in de Middellandse Zee. Maar 80%, zo heeft Klingendaal laatst laten uitgezocht, wil helemaal niet naar Europa. Die gaan primair hopen die geld te verdienen in Noord-Afrika, met name in de olieindustrie in Libië. Veel meer Afrikanen gaan werken in het Midden-Oosten, en met name in de oliestaten, dan dat ze naar Europa willen. Dus nogmaals, dat kan in de toekomst gaan veranderen, maar er zijn toch wel heel veel, laat ik zeggen, argumenten te geven dat in ieder geval niet zo eenvoudig, laat ik zeggen, dat alleen maar dat door het toenemen van de bevolking, dat automatisch, maar goed, dat zei Paul ook al, dat vertaalt zich niet één op één met migratie. Ja, maar nu maar, gewoon maar de voorspellingen van UNHCR. Huh? Dus gewoon onbesproken. Kijk naar Egypte, komt niemand dus bijna uit Egypte. Nee, maar nu even de studies die ik lees op het gebied, en dan één factor, klimaat. Dus daar lopen de voorspellingen enorm uiteen, hè? Hoe het klimaat, samenlevingen en ecosystemen gaat ontwrichten. Verwoestijning van de Nijldelta bijvoorbeeld, overstromingen in Bangladesh, noem maar op. Nou, al die uitwerkingen waar je nu al bijvoorbeeld de bodemerosie, wat een hele andere oorzaak heeft in Haiti, ja, die schet, maar hoe zich dat vertaalt in migratie. Nou ja, dus UNHCR, maar ook allerlei wetenschappelijk onderzoek wat ik daarover lees, voorspellen dus behoorlijke substantiële migratiestromen die voor een deel binnen samenlevingen trekken van het platteland naar de stad, maar voor een deel ook internationale migratie. Dus ik denk een verstandig beleid, want we zien elke keer hoe we door vluchtelingen stromen, verrast elke keer weer een verrassing. Dus ik zou zeggen, als ik gewoon die structurele factoren weeg, en ik heb ook geen glazen bol, maar ik heb begonnen met te zeggen, we hebben de dynamiek van migratie en vlucht meestal onderschat. Als ik nou daarnaar kijk en die studies tot me door laat dringen, dat leidt mij in de eerste plaats tot een gevoel van urgentie waar het gaat over wat voor verhouding vinden wij eigenlijk tot ontwikkeling in Afrika. Dus ik zie allemaal plannen, pleidooien voor een Marshallplan voor Afrika. Hoe je dat ook verder wil vormgeven en zeggen, maar laat ik zeggen, zien we die urgentie? En voor een deel is die urgentie heeft dus te maken met hoe zie je deze ontwikkelingen in de toekomst. En in de tweede plaats hebben we eigenlijk zijn we voorbereid op het soort van morele dilemma's wat zich aan die grenzen nu al voordoet. Ja, want en laat staan. Kijk, nu maken we het onzichtbaar. We zeggen tegen Erdogan, los jij het maar op voor ons. Ja, of in Libië hebben we een Gaddafi. Met Gaddafi hadden we die ook vroeger. Ook niet een heel moreel doordacht. En zelfs met die nieuwe regimes hebben we die nu weer. Maar, want we hebben het gehad over Roemenië, Bulgarije, Polen, binnen de EU. Nou, ja. Daar hebben de Britten ook weer een heel andere kijk op dan wij. Maar we hebben het even over Nederland. Ja. Dus het schijnt een van de redenen voor Brexit vote toch wel geweest te zijn. Ook de migratie binnen de EU, maar die daarbuiten, inderdaad. En dan hebben we, waar we het dan nog niet over gehad hebben, eigenlijk die zeg maar de intake van mensen in Europa of in Nederland vanuit een asielverdrag. Dus is dat 1951, dat wordt niet aangetornd aan dat verdrag, maar aan de andere kant is dat een, gelukkig zou ik zeggen, maar het lijkt me een vrij fundamenteel onderdeel van een ethische samenleving dat je mensen opneemt die vlucht. Maar is dat houdbaar? Blijft dat iets wat we overeind houden en waar we... Nou ja, dat is een beetje... Nou, even terugkomen over op de Brexit. Ik denk, Brexit is niet alleen maar door migratie puur sang. Dat heeft ook heel veel te maken met de stemmingmakerij tegen migratie. En met name door de tabloidpers. Als je gaat kijken wat er op de tabloids afgelopen 10 jaar over migranten... Ja, dat wil...
Als je alleen maar die tabloids leest, ja, natuurlijk ben je dan tegen. Ik bedoel, dus dat heeft ook heel veel met politieke framing daar te maken. Maar goed, even terugkomen op je echte punt. Dus van, laat ik zeggen, het vluchtelingenverdrag. En hoe ga je daar als Nederland, maar ook als, want we zijn echt lid van de Europese Unie. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, goed, dat is een politieke kwestie. En dat is een democratische kwestie waar je het over moet hebben. In hoeverre je de principes van het vluchtelingenverdrag uit 1951, wat overigens nog alleen voor Europa was bedoeld, hebben we pas in 1967 hebben we dat eigenlijk gemondialiseerd, dat verdrag. Ja, dat is aan ons, zoals wij ook hier alle zitten, van in hoeverre willen wij dat voortzetten? Nou, ik als burger zou ik zeggen, ja, dat moeten we doen. Ik ben voor humaniteit, ik geloof dat Paul daar niet anders over denkt. Maar dan is natuurlijk wel de kwestie van, hoe doe je dat? En dat kan, en ik ben wel met Paul Scheffer eens, dat in de toekomst dat wel tot allerlei morele dilemma's kan leiden, du moment dat de aantallen mensen die daar een beroep op willen doen, mm-hmm. nou ja, dusdanig groot worden, dat je denkt van, ja jongens, maar we kunnen, dit kunnen wij niet allemaal aan. Hè? Hoe selecteer je dan? Hoe ga je daarmee om? Dat doen we dus nu. Hè? Dus, dat doen we dus ja, heel nu hebben we in feite besloten ja. van, nou, zoek nee, het maar nee, uit. Nee. Nou ja, we zijn dus nu muntjesmaat aan doen wat we aan Turkije beloofd hebben. Heel muntjes. En dat leidt dus tot een heel interessante uitkomst. Want er worden dus nu veel te veel mondjesmaat. Hè? Want ik vind, als je dan zo'n afspraak maakt, moet je ook gewoon wat je toezegt ook doen. Dat doen we dus niet. Ja. Maar goed, UNHCR selecteert vluchtelingen die dan vervolgens door Nederland worden gevraagd naar een achtergrond en noem maar op. En er wordt een extra toets nu aan toegevoegd. Ja, sinds kort. En dat is dus heel interessant. Want er stond dus in de opening Volkskrant, 1/5 van de Syriërs die nu dus volgens die procedure naar Nederland komen, worden afgewezen door Nederland vanwege te radicale opvattingen. Die dus of radicaal zijn gemeten aan een integratieverwachting, of te radicaal zijn in termen van openbare orde. Dus dat vond ik nogal wat, dus ik ga bellen. Ik dacht, ik wil weten hoe dat zit. Nou, blijkt dat hoge aantal mede komt doordat hele gezinnen worden afgewezen. Dus dat gaat natuurlijk al hard, hè. Dus je vindt, de vader heeft een beetje rare opvattingen, maar het zijn 7 kinderen. Die gaan ook in het getal mee, dus ik snapte wel ongeveer waar dat over ging. Dus ik dacht, vind ik ook raar dat de Volkskrant daarmee opent eigenlijk. 1/5 Syriërs te radicaal voor asiel. Dat is nogal wat, maar het roept natuurlijk wel vragen op. Ja. Maar hoe wij dat nu doen, dus is, vind ik, het is allemaal ontzettend mondjesmaat. Maar wij leven dus gewoon, wij beloven iets. Kijk, dat irriteert mij dus ook in dit hele debat. Wij beloven iets, we maken dan een afspraak. En dan komen we het niet na als samenleving. Dus ik denk dat ondermijnt zo het vertrouwen aan alle kanten. Dus waarom kunnen we niet zeggen, wij vangen elk jaar. Dan gaat het helemaal niet om het geval, aantallen. Je kunt één wil ruimhartiger, minder. Laten we het er eens over hebben. Maar ik heb het berekend, ik heb het ook gevraagd. Het was ook moeilijk trouwens uit te rekenen. Maar goed, Nederland heeft ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 vluchtelingen jaarlijks in de laatste 40 jaar opgevangen. Dus ongeveer 750.000 mensen zijn opgevangen in Nederland. Laten we daar nou eens van uitgaan en zeggen dat is een humanitaire verplichting die we in het verleden hebben waargenomen. Waarom dat zou een eikpunt kunnen zijn? Laten we daar eens beginnen en zeggen een capaciteit in te richten en ook gericht op de meest kwetsbaren. Niet op jonge mannen, maar op kwetsbare gezinnen, noem maar op. Wat Canada doet, laat er geen alleenstaande jonge mannen toe. Die richten zich op gezinnen, zeggen dat zijn de kwetsbare mensen. Waarom kunnen we niet bijvoorbeeld over zo'n systeem wat meer nadenken? Nou, dat zijn keuzes. Maar goed, daar zijn we dus nu net mee begonnen. Ja. We selecteren dan uit Syrië. Op een landlijke manier. Eén op de zoveel zeggen we, dat integreert niet goed. Die ja, overigens, 8 op de 10 mensen uit mijn dorp zouden ook dat dorp niet uit hebben gemogen als dat criterium was aangelegd in de jaren 60, 70. Maar, dan moet je wel vertellen uit welk dorp je komt, Leo. Ja, sorry, uit Meijel. Ik was waarschijnlijk nog wel de grens overgekomen van het dorp, maar heel velen niet. Dus ik ben met Paul. Volgens mij is dat echt. Kan eigenlijk helemaal niet. Mensen met conservatief. Kijk, als het gaat om openbare orde, ja, natuurlijk wel. Maar als het gaat om conservatieve opvattingen, waar je misschien niet zo gelukkig mee bent.
Ja, denk ik dat bij vluchtelingen, dat je dat niet als een extra eis kunt stellen. Maar dan zie je wel de integratieopdracht ja, precies, die dus achter dit soort keuzes zit. Ja. En daarom zeg ik, laten we daarover nadenken. Want ik bedoel, dan snap je van, kijk, er zitten ook gewoon mentale, culturele afstanden die je moet overbruggen. En nogmaals, dan gaat het helemaal niet om de vraag schuldvraag. Maar zo'n extra, zo'n extra toets, zeg maar, want je komt aan morele dilemma's. Hè? Daar hebben we het allemaal over. Volgens mij moet je dat gewoon niet doen. En we weten ook, uit de jaren 90 hebben we uit het Midden-Oosten heel veel mensen toegelaten. Iran, Irak, Afghanistan. SCP heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ja. En daaruit blijkt dat als het gaat om opvattingen, hè, over de Nederlandse samenleving. En dat is dan, laat ik zeggen, interessant. Want dan kijken ze 20 jaar later, hoe is het? Mm-hmm. Nou, zijn die mensen hier eenmaal een aantal decennia? Verreweg de meeste is dat geen enkel probleem. Ja, dus mensen veranderen natuurlijk. Leo, nu ga ik je terecht even tegenspreken. Dat is dus, behalve de Iraniërs, helemaal geen succesverhaal. Nee, maar ook niet een klein beetje geen succesverhaal, maar ook echt helemaal niet. Dus de arbeidsparticipatie van Somalische vluchtelingen die 20 jaar in Nederland zijn, ligt rond de 25%. En dan is arbeidsparticipatie gedefinieerd als een baan 8 uur in de week of meer. Paul, ik heb het vanmiddag van 34% van de Irakezen nagekeken. Ja. Dat zijn cijfers uit de monitor 2012. Ik heb het nagekeken. 15. Ik wil het nog 15. Voor maar goed, daar gaan we niet over tutten. Nee, maar als het gaat om die arbeidsparticipatie, dat is wel die belangrijk. Die is echt laag. Maar het interessante is, en daar heeft de WRR in december 2015 een update van gegeven. En dan zie je, die arbeidsparticipatie is in het begin ongelooflijk laag. En dat heeft te maken met dat die mensen jarenlang in procedures mochten niet eens werken, et cetera. En dan zie je dat heel erg langzaam gaat dat omhoog. En op een gegeven moment zit je dan op dat punt wat Paul net noemde, voor die Somaliërs op 26%. Rond 2010, 2012. Maar in de afgelopen 3-4 jaar is dat voor die groep, hè, dat zijn mensen die er al de hele tijd zijn, gaat dat heel sterk omhoog. En ligt het gemiddelde van Iraniërs, Irakezen en Afghanen ligt tegen de 60%. Overigens, Nederlanders, als wij hier allemaal zitten, op 70%. Dus, en als je nagaat hoe slecht we dat integratieproces in de jaren 90 hebben aangepakt, vind ik dat helemaal geen slecht uitkomst. Somaliërs is een outlier. Die zit overigens nu wel op 35%. Oké, niet 60%. Het is echt interessant dat dat in sinds... Nee, je zei namelijk 60%. Dus ik dacht schiet wel heel erg omhoog. Ook, jij zei alleen Iraniërs, maar het geldt ook voor Irakezen, geldt ook voor Afghanen. Het interessante daar dus is dat als je... Maar we begonnen over die opvattingen, want daar wilde ik dit eerst voor aanhalen. Dat er in die afgelopen 25 jaar erg veel verandert. Maar ook terugkijkend. En dan komen we eigenlijk op het punt van waarom denken wij niet structureler na over hoeveel vluchtelingen wij op kunnen vangen. En hoe richten we dan ons systeem in. Nou, dan kun je ook dit soort statistieken veel gunstiger maken dan ze nu zijn. Want dit is echt, als er één groep ingewikkeld is... Jaarrapport 2016. Ja, maar de voetnoot die jij bij dat cijfer hebt... Ja, Paul. Nee, nu pagina 81. Kijk nu maar. Gaan we eventjes boter bij de vis, want ik heb het hier staan. Bladzijde 100, Paul. Zeg jij, dit blijkt de arbeidsparticipatie volgens sociaal cultureel plan erg laag. Somaliërs 26% en dan komt, zeg je, Irakezen is 34, dat is trouwens 39, maar ik maak ook wel eens van dat soort foutjes. Dan gaan we naar de voetnoot, namelijk 2014. En dan is jaarrapport integratie 2013, cijfers uit 2012. Ja, dus, maar het goede nieuws is, Paul, daarna is dat behoorlijk toegenomen. Ja. Nou ja, okay. Maar goed, dit had allemaal veel beter gekund. En dat kan als je, precies zoals jij eigenlijk in je essay ook zegt, laten we daar nou eens over nadenken, laten we dat beter inrichten en niet ons voortdurend laten overvallen. En wat je natuurlijk ook in de jaren 90 zag, is dat, laat ik zeggen, het heel lang in procedures houden, heel lang afhouden. Dat was ook doelbewust om er te hopen dat er dan niet meer mensen naar Nederland zouden kunnen. Maar daarvoor is deze generatie wel deels opgeofferd. En dat is natuurlijk wel een beetje treurig. Om te constateren. Dus het kan allemaal beter. Toch, Paul? Ik zeg even niks. Nee, het is verleiding om natuurlijk te gaan mekkeren over die cijfers. Maar daar komen we nog wel een keer op terug. Laat ik zeggen, en ook daar gaat het niet om de schuldvraag. Want kijk, als je probeert voor te stellen wat het is om vluchtelingen uit Somalië die hier aankomt. Ellenlange asielprocedures, noem maar op. Dus ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de schuldvraag. Nooit geweest.
Nou ja, dus ik vind dat veel te veel mensen... Schuld, het is wel nee, maar die wat aan. Weten, lijkt mij. Nee, maar goed, er wordt dus... Ja, maar ik bedoel, Lili en Howick. Dat gaat dus ook over een verhaal van een moeder... die gewoon terecht zegt, ik wil alle middelen uitputten. Maar dat is een asielprocedure van 10 jaar. Al de beroep. Ja, daar worden keuzes gemaakt. Er zijn legale mogelijkheden die mensen benutten. En dat is niet een schuldvraag. Die moeder heeft iets gedaan, de Nederlandse staat heeft iets gedaan. Nee, dat is ook de perverse uitkomst van een systeem... wat zo tot achter de komma naar rechtvaardigheid en beweging streeft... dat mensen misschien wel gegijzeld worden in procedures... die ze heel ver afhoudt van werk... van de Nederlandse taal leren, omdat ze voortdurend in een soort van tussensituatie zijn zitten. Zijn die procedures... Eigenlijk een soort van wat door psychologen secundaire traumatisering veel wordt genoemd. Is die procedure veel te lang? Daar is wel echt wel heel veel in veranderd. Hè? Mm-hmm. Ik ben twee jaar toen Asscher was nog minister van Sociale Zaken, ik geloof 2,5 jaar geleden, vroeg hij of ik een keer op de thee kwam om... Want hij ging toen over integratie. En het is, laat ik zeggen, met de Syriërs, om het zo maar even eenvoudig te zeggen, sinds 2015, 2016... Het is aanmerkelijk sneller zijn die procedures, de status worden veel sneller verleend. Toegang tot de arbeidsmarkt is veel sneller dan die toen was. Daar is wel degelijk verbeterd. Omdat bijna iedereen asiel heeft gekregen op basis van die oorlogssituatie daar. Maar kijk, zo'n Lili en Howick laat zien tot op dag van vandaag dat er ongelooflijk veel langgerekte... en het is natuurlijk ook voor een IND om het vluchtelingverhaal van iemand te kunnen toetsen. Ik bedoel... Dat is ook in oorlogssituaties zo ongelooflijk ingewikkelde procedures, noem maar op. Maar de uitkomst ervan, en nogmaals, het gaat dus helemaal niet om schuldtoewijzing, maar is gewoon problematisch. Alle onderzoek laat zien dat de arbeidsparticipatie van vluchtelingen nog een stuk lager ligt dan de arbeidsparticipatie van de eerste generatie gastarbeid. Dat is geen groot succes geworden. Nogmaals, ik denk dus dat we... veel meer stabiliteit en ook openheid in Nederland op termijn kunnen garanderen... door meer voorspelbaarheid in onze humanitaire verplichtingen, zoals we die zien te brengen. Dat zou mijn pleidooi zijn. En laten we daar eens een beetje op kouwen naast die andere elementen. Ik wil het laatste onderwerp aansnijden. Het zeg maar wat zich kort laat samenvatten in het woord circulaire migratie... Zeg maar, daar schrijf jij over, Leo. Je zegt, het is eigenlijk wonderlijk dat we het daar weinig over gehad hebben. Het is niet zo'n, niet vanavond bedoel ik, maar in Nederland de laatste tijd weinig over gehad hebben. Dat is eigenlijk een manier waarop je veel makkelijker om kan gaan met migratieproblematiek. Wat vind jij daarvan, Paul? Dat het idee dat je dus mensen korter toestemming geeft om te blijven. Of in ieder geval dat je ervan uitgaat dat mensen teruggaan en... Is dat een... Ja, ik probeer me even voor te stellen hoe dat eruit ziet als je uit een stoffige buitenwijk in Bamako komt. En dan naar Nederland kunt komen. Wat is eigenlijk je animo om weer terug te gaan? Lijkt mij niet zo groot. Dus wat er op de tekentafel een interessant idee is, namelijk dat mensen komen en gaan, kwalificaties verwerven hier en dan weer teruggaan. Mm-hmm. Dat is ook het probleem van heel veel migratie, dat het namelijk niet eenduidig is... dat het goed is voor de samenleving waar mensen uit wegtrekken. Ja. Natuurlijk, remittances, daar wordt geld terug overgemaakt. Dat is een veelvoud van de ontwikkelingssamenwerking... zonder tussenkomst van ontwikkelingsorganisatie maar op. Dus dat is eigenlijk heel positief, zou je kunnen zeggen. Andere kant is de brain drain. En dat juist het meest actieve, maar ook vaak het meest dissidente... kijk naar het beleid van Hassan II... die zei de dissidentenbevolking uit de RIF, de Berbers... Laat die maar wegtrekken. Dat haalt ontzettend druk van de ketel qua protest. Dus vaak juist de mensen die het meest veranderingsgezind zijn... het meest geneigd zijn tot ondernemerschap... Ja, het meest risicobereide deel van de bevolking gaat weg. En dat is zeker niet zo eenduidig dat dat voor het land van herkomst... dus mensen, land waar mensen weggaan, alleen okay, maar als positief te kwalificeren. Als ze terugkomen, dus dan... Maar ik vind het dus een beetje een tekentafelidee waarvan ik me echt afvraag of... Laat ik zeggen, de kwalificaties die mensen met zich meebrengen... of wij die op onze arbeidsmarkt nodig hebben. Dus arbeidsmigratie, vind ik, gaat heel erg over... wat hebben wij nodig op lange termijn op onze arbeidsmarkt. Vluchtelingenbeleid gaat heel erg over welke humanitaire verplichting. En ik heb geen enkele verwachting. Ik hoop natuurlijk dat veel vluchtelingen aan het werk komen. Maar economisch heb ik nul verwachtingen over vluchtelingen... omdat dat niet de grondslag is waarop je mensen opneemt. Dus wat wij moeten doen, is niet het economiseren... van ons vluchtelingenbeleid en niet het moraliseren van ons arbeidsmarktbeleid. En dus dan is de vraag, welke behoefte hebben wij op onze arbeidsmarkt?
En kunnen we echt een systeem van circulaire migratie uit landen uit Afrika? Ik ben er op zich helemaal niet op tegen. Alleen ik denk dat de realiteit wel eens zou kunnen zijn dat mensen wel komen, maar de kans dat ze weer teruggaan behoorlijk klein zal zijn. Nou ja, twee dingen. Om te beginnen kennen we natuurlijk een, laat ik zeggen, hebben we sinds 2004 en zeker sinds 2013 hebben we natuurlijk een experiment genomen in de Europese Unie met circulaire migratie. Want laat ik zeggen, met name mensen uit Oost-Europa, maar niet alleen. Dus überhaupt wordt er heel veel gemigreerd binnen de Europese Unie, ook door Nederlanders trouwens. En voor een heel groot deel is dat op tijdelijke basis. Ja? En het hoeft niet per se circulair te zijn. Je kunt ook van een aantal, laat ik zeggen, stations aandoen. En ik denk dat dat de praktijk leert. Ik weet niet, Lodewijk Asscher in, wat was het, in augustus 2013, een groot artikel in de Independent, maar ook in de Volkskrant tegelijkertijd met David Koutas schreef. En dat ging over de aanstaande vrijheid van migratie voor Roemenen en Bulgaren. De dijken gaan breken, dit zou een enorme ramp worden, half Oost-Europa zou leegstromen. Nou, dat is niet gebeurd. Een aantal honderdduizenden Polen wonen nu in Nederland. Maar als je puur gaat kijken op al die miljoenen mensen die daar wonen, het is niet, laat ik zeggen, er is toch maar een fractie daarvan heeft zich er permanent gevestigd in West-Europa. En een groot deel daarvan pendelt heen en weer. De Poolse bevolking is met 10% gekrompen. Ja, omdat er veel te weinig mensen worden geboren. Nee, ja. Door echt de substantiële emigratie. Ja, maar er wonen geen tientallen miljoenen Oost-Europeanen in West-Europa. Nou, de kans dat een deel daarvan natuurlijk wel zich daar permanent gaat vestigen, waar heel veel vraag naar arbeid is, natuurlijk, die is gereed. En hoe moet je praktisch stimuleren dat ook circuleert? Nou ja, kijk, als het, jij doelt natuurlijk op Afrika. Maar ik bedoel ook op Bulgarije. Het hoeft niet per keer. Ik denk dat, samenlevingen zelf bieden kansen. En ook mensen zelf hebben natuurlijk initiatief. We hebben het initiatief of willen iets doen. Wij vinden het normaal dat wij, of ik vind het normaal dat ik, stel dat ze bellen uit Duitsland op, Leo, kom je in Berlijn werken? Ik pak morgen de trein, of juist niet. Wij vinden het normaal dat wij vrij kunnen bewegen. En dus ik vind het ook alweer een beetje problematisch als je zegt, eigenlijk is het niet goed voor die mensen. Eigenlijk is het niet goed voor die landen, brain drain. Dus daarom moet u maar daar blijven. Dan gaan wij eigenlijk beslissen, zeggen we over andere mensen, wij vinden dat u eigenlijk maar niet moet migreren. Mm-hmm. Dat vind ik ook nog wel al een uitspraak. Maar dat is niet mijn voornaamste argument. Hè? Dat ik zeg hoeft gewoon, niet, maar dat ik zeg van de effecten op de betrokken samenleving, remittances versus brain drain. Dat is nog niet zo eenduidig, maar mijn belangrijkste argument is gewoon, hebben we die kwalificatie op onze arbeidsmarkt nodig hebben. Nu gebruik ik jouw argument. Ja. Waarom moeten we het zo dan over onze arbeidsmarkt hebben? Je hebt in het begin van de avond gezegd, we moeten het niet alleen maar over de belangen van het kapitaal en van de werknemers hebben. Dat doe je nu in zekere zin wel. Dan zeg je, heeft onze arbeidsmarkt het nodig? Het is ook niet zo eenvoudig, maar ik constateer hier wel een inconsequentie in jouw redenering. Nee, want het gaat mij hier over langere termijn ontwikkeling. Ja. En gewoon de vraag van welke mensen kunnen in Nederland employ vinden. En niet alleen in de komende 3-4 jaar als korte termijn belang voor ondernemingen. Maar als langere termijn bijvoorbeeld, je verwijst naar de zorg. 100.000 mensen tekort, straks hebben we een lerarentekort, noem maar op. Dus mijn eerste vraag is altijd bij dit soort pleidooien, waarom willen mensen geen leraar meer worden? Waarom willen zo weinig mensen verpleger worden of verpleegster worden? Dat is toch niet zo moeilijk, dat wordt gewoon slecht betaald. Oké, maar waarom beginnen we dan niet daar? Waarom hebben we dan niet een hervormingsstrategie in onze samenleving om de publieke sector opnieuw gestalte te geven? Want wij gaan de tekorten voor de klas, gaan we niet oplossen met migratie. We hebben het geprobeerd, wat ik dus problematisch vind, 1200 verpleegsters uit Zuid-Afrika die in Nederlandse ziekenhuizen zou komen werken. Geen succesverhaal trouwens. Maar afgezien daarvan, de gezondheidszorg in Zuid-Afrika heeft die mensen wel heel hard nodig. En daar zit wel een soort van omgekeerde ontwikkelingshulp in het feit dat 60% van de artsen die opgeleid zijn in Ghana werken in de Britse gezondheidszorg.
Dus de Ghana betaalt hun opleidingskosten. En Groot-Brittannië zegt, dank u wel voor deze ontwikkelingshulp. Wij kunnen deze artsen prima gebruiken. Hetzelfde getal dus gaat op Griekenland. Hè? Griekenland gaan ook maar alle artsen. Maar dus laat ik zeggen, dus ja. mogen... Dus, nee, okay. Ik ben het helemaal met Paul eens dat wij... laat ik zeggen, dat je niet alleen maar over migratie geïsoleerd moet kijken. Dus, maar in dit geval laten we ook eens echt een gesprek hebben. En dat hebben we nu natuurlijk wel, maar een beetje geïsoleerd van migratie. Over wat willen wij met de publieke sector. Nou, ik denk dat we daar volledig over eens zijn. Die mensen moeten beter worden betaald. Dan zullen ook meer mensen het werk gaan doen. Dan ben je minder afhankelijk dus van mensen die... in plaats van die over migratie te hebben, kan je het over de publieke sector Nou ja, die dingen hangen natuurlijk samen. Ja. Maar het tweede punt waar ik altijd wel een beetje moeite mee heb als het gaat om brain drain. Ik zat een keer bij Nieuwsuur en toen ging het over mensen uit Griekenland. Nou, het was nog erger dan het nu nog steeds is. Mm-hmm. En toen was het punt van, ja, is dat eigenlijk wel goed, hè, dat vooral hoogopgeleide Grieken... Artsen naar Duitsland gingen. Want dat was brain drain. Maar ja, toen heb ik ook gezegd, maar ja, wat is het alternatief? Dat die mensen daar blijven, dat ze daar werkloos zijn, dat ze hun skills verliezen, dat ze ook nog eens een keer een uitkering in Griekenland moeten hebben. Tegen het, en het alternatief is dan dat ze wel werk hebben, weliswaar niet in Griekenland, maar ergens anders. Dat ze daar geld verdienen en voor deel terugsturen en dat ze niet drukken op de openbare kas in Griekenland. Ja, dan weet ik wel wat ik kies. Daar kun je ook een ander beeld tegenoverstellen, namelijk tweeërlei. Namelijk A, laagbetaalde migratie neemt de drang tot innovatie in een economie weg. Dat heb je ook in Duitsland gezien. Innovatie in de Duitse economie is door de massale gastarbeid gewoon 10, 15 jaar vertraging opgeleverd. En twee, ik bedoel, ik zie het bij mij op de universiteit en jij ziet dat ook. Bijvoorbeeld allemaal ongelooflijk goede wetenschappers uit Italië. Geweldige planologen. We hebben daar in Amsterdam en de UvA, waar ik ook zit, hebben gewoon leraar planologie enzovoort. En dan denk ik van, en die vertellen mij verschrikkelijke verhalen over hoe de universiteiten in Italië helemaal verstopt zijn, geen enkele mobiliteit, onder investering door een overheid. Dus ja, ik zou ook wel willen inwerken op de oorzaken van die migratie en zeggen van, ook in dat opzicht haalt het innovatie weg, want het lost een probleem voor een samenleving op, wat eigenlijk helemaal niet op die manier opgelost zou moeten worden, maar in de eerste plaats door gewoon een verandering in dat klimaat in Italië en de verstikking van een deel van die publieke sector in Italië. Dus ik zou zo graag het altijd willen hebben voordat je zegt de korte termijn weg naar de arbeidsmigratie. Laten we eens nadenken ook waarom zeggen we dan zo makkelijk, ja, dat kunnen we niet meer oplossen. Mensen willen niet meer in de gezondheidszorg in Nederland werken. Daar zijn we het volledig over eens. Pardon? Leuk hè, dat jullie het hebben. Okay. Allerlei onderwerpen zo ontzettend goed met elkaar eens zijn. Ik wil even jullie danken op dit moment. Maar ik even kijken of er eigenlijk mensen zijn die nog een opmerking of een vraag hebben. Ik zie een mevrouw daar. En ik zie twee mensen hier. U bent de eerste, mevrouw. Ik hou hem voor u vast. Marijke van Schendelen, planoloog. In 1965 werd de tweede nota ruimtelijke ordening vastgesteld. En het perspectief was 20 miljoen inwoners in 2000. Er waren geen gastarbeiders nog. Suriname was nog ver weg. Maar de pil kwam, de emancipatie van de vrouw. De vrouwen kwamen later aan de leg. De arbeidsmarkt veranderde enorm. Kortom, de samenleving was zeer dynamisch en dat was niet ingecalculeerd. En 20 miljoen was gewoon een zakelijk gegeven. En daar werden helemaal geen angstvisioenen voor opgebouwd. Er werden gewoon groeikernen gebouwd, om die reden, bijvoorbeeld. Dus ik wil maar zeggen, ik beluister toch een... Ik vind het heel goed om te monitoren, zoals Paul zegt. Maar ik vind dat die demografische kant van geboorte en sterfte, dat is vanavond niet aan de orde gekomen. En dat is toch voor onze Europese of Nederlandse samenleving van belang om dat mee te nemen, ook tegen de achtergrond van die migratiediscussie. En 20 miljoen, daar val ik niet van om, want zo ben ik met mijn studie planologie, waar je net lovende woorden over sprak, zo ben ik opgegroeid. Ja, ik ook. Mijn vader was, net zoals u, planoloog. En die ging, ik kan me herinneren, bij ons in de jaren 60 thuis was 20 miljoen. Dat is een soort van heilig getal. 20 miljoen mensen in het jaar 2000. En toen kwam dus die commissie Muntendam. En die precies in wat u beschrijft, in die cultuuromslag door
dalende geboortecijfers eigenlijk gewoon met een onderzoek begon. Maar die kwamen wel op een hele sterke aanbeveling uit, ergens rond de 16 miljoen vonden zij. Zij vonden die 20 miljoen, vonden zij dus, werd beschreven in dat rapport als problematisch. Misschien dat we daar nu heel anders naar kijken. Ik vind het een interessant gesprek. En waarom vind ik het nu veel interessanter dan toen? Omdat het nu niet meer gaat over iets te beïnvloeden wat je eigenlijk misschien als samenleving helemaal niet moet willen beïnvloeden. Namelijk geboortecijfers. Maar gaat over hoe zien we de toekomst van onze migratie. Want 90% van onze bevolkingsgroei is eerste en tweede generatie migratie. Dat zal misschien nog toenemen, want eigenlijk het aandeel van geboorte en sterfte houdt elkaar redelijk in evenwicht waar het over de autochtone bevolking. Dus eigenlijk is dat een heel interessant idee van laten we eens gewoon de toekomst in kijken. En het niet hebben over wat ons overkomt, maar wat voor keuzes we zouden willen maken. Twee opmerkingen hier. En helemaal niet vanuit een, want u hebt mij niet een apocalyptisch beeld over 20 miljoen horen houden. Ik zeg alleen van, er zit een behoorlijke verschil tussen het minimum, het krimpscenario en het snelle groeiscenario. Twee mensen hier. Chris van Eldik, ik heb ook een vraag. Het is al een beetje aan de orde gekomen. Het gaat over, actueel is ook dat er in Nederland heel weinig koopkrachtstijging is geweest de afgelopen periode. Het kwam al een beetje aan bod dat dat ook met migratie te maken heeft. Ik vroeg me af wat jullie visie daarop is. En dat gaat juist ook erg ten koste van de onderkant van de samenleving. En daarnaast vroeg ik me nog af, waarom is migratie zo politiek beladen? En nu even, dan ga ik nog... Dan weer naar jullie en dan weer naar boven. Ja, Paul van Seters, Universiteit van Tilburg. Ik mis meer aandacht voor Canada. Paul Scheffer gaat er in zijn essay en ook vanavond wel op in. Leo Lucassen gaat er helemaal aan voorbij. Maar de aandacht van Paul Scheffer lijkt mij toch beperkt of eenzijdig. Een van de belangrijkste opiniepeilers van Canada, Michael Adams, heeft onlangs een boek gepubliceerd. Can it happen here? Canada in the age of Brexit and Trump. Ik hoef die titel niet uit te leggen, hè. De boodschap is duidelijk. En zijn antwoord is onomwonden: nee, het kan in Canada niet gebeuren, omdat Canada een andere samenleving is. Maar mijn vraag aan jullie is, dat ligt niet aan de factor die Paul Scheffer centraal stelt, dat ze daar duidelijker zouden zijn over de aantallen. Die worden toegelaten, 20.000, dat is ook ongeveer wat Nederland toelaat. En waar de Nederlandse regering helemaal niet zo onduidelijk over is. Maar de Canadese samenleving zit op een andere manier in elkaar dan Nederland. En ik zou denken dat het hele WRR-project daaraan veel meer aandacht moet besteden. Canada heeft geen Wilders en heeft geen Trump. En allerlei literatuur en empirisch onderzoek bevestigt dat die onderliggende structuur en cultuur van de Canadese samenleving zorgt voor een hele andere en veel ontspannener omgang met zowel immigratie als met het vluchtelingenvraagstuk. Ja. Dank. Eén laatste vraag en dan eerst eens even of jullie hier nog een opinie over hebben. Zetten we het hier even? Ja. Maar anders moeten we wel heel veel dingen... Zeker. Nee, we komen even terug bij jullie. Ja. Als ik even twee dingen mag zeggen. Eerst over het laatste, over Canada. Natuurlijk is heel interessant naar Canada te kijken. Maar dan moeten we ons tegelijkertijd wel realiseren dat Canada om een aantal redenen, wat u zelf ook al zegt, een heel ander type samenleving is. Ten eerste waar het gaat om, laat ik zeggen, de geografie. Ze hebben een van de sterkste grenzen om mensen tegen te houden en die heet de Verenigde Staten. En ten tweede hebben ze een enorme Pacific en de Atlantische Oceaan. Dus laat ik zeggen, dat is een heel ander soort geografie dan Europa of dan Nederland bijvoorbeeld. Dus in die zin kunnen zij ook veel gemakkelijker een systeem van selectie en van planning, hè, zoals Paul voorstelt, is in Canada ook vele malen gemakkelijker dan in Nederland of in Europa. Dat om te beginnen. En ten tweede denk ik dat de Canadese samenleving, omdat het natuurlijk wel al een immigrantensamenleving is, dus in die zin, ja, net als, laat ik zeggen, al de Amerikanen en Australië en Nieuw-Zeeland wel iets meer gewend zijn aan immigratie. Maar ze hebben er ook nog wel een interessant
punt wat wij niet kennen, maar wat, nou ja, waar je over zou na kunnen denken, dat, laat ik zeggen, migranten, zeker degenen die worden geselecteerd, ook worden gekoppeld aan iemand, een soort sponsor. Wel niet dat hij het hoeft te betalen, maar dat je, en dat leidt tot al veel gemakkelijker en eerder het opbouwen van netwerken. Nou, dat laatste, daar zou je, zeker ook als je ziet hoeveel animo er in Nederland is om iets voor vluchtelingen te doen. Nou, dan zou je met name op dat punt van die netwerken en sponsorschap, ik denk dat daar zou ik het eerder in zoeken, want het geografische maakt het echt wel heel anders dan Nederland, toch? Ja, maar zijn we... Nou ja. Nee, niet, sorry, maar we gaan niet dan nog verder. Ja, ik zou er één ding op terug zeggen, dat dus al het opinieonderzoek wat ik gelezen heb over Canada, interessant genoeg, anders dan ik had verwacht, laat zien dat Canada ergens in middenmoot qua opvatting over arbeidsmigratie en opvang van vluchtelingen vormt van de Europese Unie. Dus helemaal niet een outlier is. Mensen veel opener zijn. Dus het grote verschil waarom het niet gepolitiseerd wordt, is omdat de voorspelbaarheid en de duidelijke keuzes die worden gemaakt. En ik ben het met Leo eens. Het is makkelijker in Canada, omdat men verder weg ligt van al het gevoel. En noem maar op. Maar het gaat niet om de vraag wat kunnen we. Het gaat er in eerste plaats om de vraag wat zouden we willen. Als we nooit meer toekomen aan die vraag en alleen maar reageren op de omstandigheden die inderdaad voor Europa weerbarstiger zijn dan Canada, het gaat er even om, wat kunnen we daaruit leren? Nou, wat ik eruit leer is dat de voorspelbaarheid, en dat er gewoon ook democratisch in het parlement wordt nagedacht over zoveel arbeidsmigratie willen we, dat zijn de kwalificaties die we zoeken. We hebben nu een tekort op dit terrein, daar gaan we mensen werven, noem maar op. En we hebben een humanitaire verplichting, maar die is duidelijk begrensd. Dat soort keuzes. Ik denk dat dat enorm helpt om rust te brengen in wat ik echt zo langzamerhand van denk, na 20 jaar hevig debat, dat we gewoon moeten op zoek naar, moeten naar, en als er betere voorstellen zijn om een discussie die enorm gepolariseerd is, om die enigszins meer in evenwicht te brengen, ik hoor ze graag. Ik denk dat wat ik zeg gewoon een element daarin zou kunnen zijn, niet meer en niet minder. We kunnen dus echt iets leren van Canada, maar dat er iets, ik zou bijna zeggen, genetisch in de Canadees zit. Kijk, dat een samenleving is die veel opener, veel ontspannender. Nee, dat heeft gewoon te maken ook echt met keuzes. Want nogmaals, de houding van de gemiddelde Canadees ten opzichte van opvang van vluchtelingen is de keuze, bijvoorbeeld dat men zegt in Canada, gewoon staand beleid. Hè? Wij vangen geen alleenstaande jonge mannen op. Alleen maar gezinnen. Dat soort keuzes. Dat zegt wel iets over hoe daar in Canada naar gekeken hebben jullie, wordt. Een van jullie beiden nog een opvatting over het idee van, is er een verband, de vraag die het was, is er een verband tussen migratie en het weinige stijgen van de lonen? Ik denk zelf dat daar... dat meer heeft te maken met na het einde van de val van de muur. Met de opening van de wereldmarkt, eerst met de modernisering van China, daarna van andere landen die voordien niet tot de mondiale arbeidsmarkt behoorden. En gewoon het grote verhaal van onze tijd is aan de ene kant een geweldig positief verhaal. Namelijk dat honderden miljoenen mensen aan de armoede zijn ontsnapt in de opkomende economieën. Dus een enorm toenemende mondiale middenklasse. En tegelijkertijd een stagnatie. Vooral ook daardoor, maar ook wel door toenemende ongelijkheid en door andere keuzes die er gemaakt worden. Maar absoluut een stagnatie, lees het boek van Branko Milanovic en anderen, over global inequality. Een stagnatie van de lagere middenklasse in Amerika, maar ook in heel veel West-Europese landen. Dus dat is wel het grote verhaal van deze tijd. En wel het decor van die machtsverschuiving is ook wel het decor waartegen je de opkomst van populisme voor een deel moet verklaren. Dus dat is wel veel groter, dat zou ik niet één op één aan migratie koppelen. Laatste bijdrage hier uit de zaal, Harriet Duurvoort. Hallo, ik wilde eigenlijk zeggen dat ik een beetje verbaasd ben dat er zo ongelooflijk veel olifanten in de kamer lijken te zijn waar gewoon niet aan geraakt wordt in dit gesprek. Ik vond het eigenlijk heel erg tam. Nee, maar ik denk het zou moeten gaan over van wat betekent integratie in deze tijd? Wat betekent het van, wat verlang je van migranten? Wat verlang je van de ontvangende samenleving? Wat zijn de oorzaken van globalisering? Hoe lang hebben we al met globalisering te maken? Wat zijn de naweeën van
kolonialisme in Afrika, wat heeft dat te maken met gewoon wat er nu ook wereldwijd gaande is en wat doorgaat? Maakt het iets uit als we het hebben over 20 miljoen mensen, of dat 20 miljoen witte mensen zijn of 20 miljoen zwarte mensen? Ik denk dat dat gewoon heel erg veel meer gaat over wat er op dit moment actueel is. Maar intussen denk ik dus dat er dat ook daar gewoon dat je daar wel ook aan moet durven raken. Dat is dat ongemakkelijke gesprek dat we aan moeten. Zien we dit als statement? Of? Statement. Ja. Dank. Nou, ik wil er toch wel iets op terugzeggen. Want kijk, ik vind zelf de gedachteoefening om een keer niet over integratie te hebben en de islam en al die debatten, waar ik ook graag over wil praten. En dat heb ik ook bij herhaling over geschreven en gedaan. Maar ik vind het ook zo mooi, omdat we het namelijk altijd over integratie hebben. Nooit wat er aan die integratie vooraf gaat, namelijk de geschiedenis van de immigratie. En je kunt over de oorzaken, ik heb iets geprobeerd te zeggen over structurele oorzaken van immigratie. Daar kunnen ook nog heel veel over praten. Maar het is juist zo goed, dat is het gesprek wat wij in Nederland niet met elkaar voeren. We hebben het al 20 jaar lang over islam, hoofddoeken, over gastarbeid, noem maar op. Integratievraagstukken. Maar ik ben ervan overtuigd dat een goed doordacht immigratiebeleid heel veel chagrijn en conflict en spanning rond de integratie kan wegnemen. En daarom is het goed om eens een keer daarover te praten en niet weer de hele cyclus van waar we het altijd over hebben, dag in dag uit. Ja. Dat was voor mij de achtergrond om te zeggen van dat is fijn om een keer een avond daarover te praten. Niet omdat ik denk dat waar je het over hebt niet ook hele grote en belangrijke dingen zijn. Ja. Leo. Ja, nou ja, ik denk, je hebt een heel goed punt. En ik wil het een beetje verbinden met die eerdere vraag van waarom is dit onderwerp zo gevoelig en waarom praten we, is het zo enorm gepolariseerd? Kijk, de vraag van de WRR ging heel sterk over wat is de toekomst van migratie. En dan toch heel sterk in de termen zoals we hier vanavond over hebben gesproken. En daar hebben we het ook min of meer toe afgebakend. We zeggen wel iets over integratie, maar niet heel erg veel in deze essays. Nou, in het boek Vijf Eeuwen Migratie, maar ook in publicaties van Paul Scheffer zelf, maar dat weet u, wordt natuurlijk heel veel over uw olifanten, of uw olifanten is een beetje over die olifanten gesproken. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is. En ook de eerste vraag van waarom is dit zo'n ingewikkeld onderwerp? En ik denk dat een heel belangrijke factor daarbij is de, laat ik zeggen, de actoren die de macht hebben om te bepalen hoe wij erover praten. En als ik dan kijk, en in het boek Vijf Eeuwen Migratie hebben we heel sterk ook gekeken naar de publieke opinie. En daar constateren we dat de publieke opinie over immigratie en integratie sinds Pim Fortuyn, eigenlijk sinds de jaren 90, enorm is verhard, enorm is gepolariseerd en enorm is geradicaliseerd. De uitspraken van Blok zijn ook weer geen toeval. Die zitten in een ontwikkeling van dat het ineens weer normaal wordt om over genetica, om over dat soort dingen waarvan we dachten, dat hebben we als wetenschappers ook al lang afgekaart en op de mestvaalt gegooid. Dus ik denk dat als het om die olifanten, ik denk dat daar met name, nou, zowel media, maar met name ook politici een hele belangrijke rol hebben. En dan kom ik op de eerste vraag terug. Waarom is dit zo'n gevoelig onderwerp? Nou, dat hangt er ook van af. Er zijn ook voorbeelden in de geschiedenis waarin dit helemaal niet zo'n heet hangijzer was. Maar dat zijn dan voorbeelden waarbij overheden er ook vaak doelbewust hebben besloten om het te depolitiseren. Of om het op een andere manier te framen. Eén kort voorbeeld. Na de oorlog zijn er 300.000 mensen uit Nederlands-Indië naar Nederland gekomen. Voor een deel waren dat Nederlanders als expat die daar voor de Shell werkten. Maar voor een heel groot deel ook mensen met een kleurtje die er anders uitzagen. Die een raar soort Nederlands praten. Daarvan heeft Drees en zijn regering gedacht, die kunnen we er absoluut niet bij hebben, want 10 miljoen is al veel te veel. Maar goed, om politieke redenen kon men dat niet tegenhouden. Dus men heeft frontstage tegen de volk gezegd, jongens, dit zijn
Nederlanders. Dit zijn geen migranten, dit zijn repatrianten. Deze mensen komen terug naar het vaderland. Ja, de meesten waren hier nooit geweest. Maar dat was een hele doelbewuste en succesvolle poging. Juist om, want er werd wel degelijk gemord in allerlei plekken waar, laat ik zeggen, die blauwen of die Indo's terechtkwamen. Maar een heel doelbewuste poging om dat draagvlak te vergroten. En achteraf kunnen we ook constateren dat dat succesvol is geweest. Dus ik denk dat het ook, maar goed, nogmaals, dat het inderdaad een ander gesprek. Maar dat het heel interessant is om te kijken, laat ik zeggen, onder welke condities we dit ook op een normale manier over kunnen praten. En wat dan ook de rol van mensen die kunnen praten en naar wie wordt geluisterd, wat hun rol daarin is. Ja, maar Leo, je hebt zelf een boek geschreven getiteld Immigrant Threat. Ja. Wat dus de houding en de gewoon historisch teruggaat. Ik heb zelf ook veel gelezen over Amerikaanse migratiegeschiedenis. En ik zou zeggen, als ik naar de dynamiek kijk van vestigingsprocessen, integratie, gaat het heel vaak over vermijding, conflict en aanvaarding. Maar het conflict rond de integratie, alle mogelijke manieren, als dat een vreedzaam conflict is, zie ik het als onderdeel, daarom ben ik ook helemaal geen immigratiepessimist, zie ik als onderdeel van een veel langere geschiedenis, die meestal leidt tot vormen van accommodatie en samenleven, die succesvol zijn, maar het conflict in die geschiedenis lees ik dus op een andere manier, zolang het vreedzaam is. Maar de geschiedenis van Amerika, elke nieuwe groep die kwam, werd eigenlijk van gedacht, die kunnen nooit onderdeel van Amerika worden. Tot de dag van vandaag eigenlijk, hè, de enorme strijd over de Mexicaanse migratie. Dus kortom, dat is een ontzettend hardhandig en complex proces. Daar vind ik, ben het helemaal met je eens, daar moeten we het ook over hebben. Maar ik dacht, van, daar hebben we het al zo ontzettend veel over. En datgene wat eraan vooraf gaat, hebben we het eigenlijk ontzettend weinig over in Nederland. We hebben het over van alles niet gehad. We hebben ruim 2 uur gesproken. Dat klopt, we hebben heel veel dingen niet gehad. We hebben wel een aantal dingen wel gehad. Ik ga de avond afsluiten. Ik ga jullie beiden heel hartelijk danken voor de bereidwilligheid om openbaar te denken en openbaar te spreken. Ik zou iedereen aanraden, ga naar de site van de WRR. Daar staat gewoon PDF, downloaden en lees ze even na. En het is buitengewoon leesbaar, het is buitengewoon interessant, denk ik. En ik denk, we hebben natuurlijk allerlei stukken van de wereld niet besproken in 2 uur. Maar wat we wel gedaan hebben, en daar ben ik ontzettend blij mee, is dat we getracht hebben om te praten over wat is er mogelijk, wat is er maakbaar, wat is er wenselijk en waar komt het vandaan, zeg maar, de fenomenen die we op dit moment zien. En wat kan je daar als historici en als wetenschappers over zeggen? En heeft dat enig invloed op het beleid? En wat dat betreft hoop ik dat we daar wat licht op geworpen hebben. Het is niet iets wat, denk ik, je alleen maar overkomt als samenleving. Het is ook iets wat je als samenleving vorm kan geven. En misschien ook wel vorm zou moeten geven uit morele overwegingen. Of uit praktische overwegingen. Of hoe je er ook tegenaan kijkt. Ik dank jullie beiden heel hartelijk. Ik dank u allen voor het geduld en de komst naar de balie. En misschien doen we het terug.